En dat is een nieuwe update, want dat was vorig jaar nog niet. Vorig jaar ook. Ja, dat is ook zo. Het is zo lang geleden. Ja. Okay, wacht. Voor mij, volgens mij ben ik live. Ook op YouTube nu echt. En niet alleen in mijn opnameprogramma. Ja, mensen, ik kan dit nog steeds niet. Ik weet nog wel dat ik vorig jaar dit ook altijd elke stream had. Dat ik zat van, ben ik nou live, ja of nee? Klopt het? Ben ik live? Maar nu zijn we live. Welkom. Welkom bij de stream. 3 minuten te laat. Ja, klopt. We hadden chaos hier. Kleine georganiseerde chaos. Ja, dat nee. Ja. Wacht mensen, horen jullie Koen ook? Even de check voordat we een heel verhaal gaan vertellen. Stier even... Stier, ja, ik kan niet eens praten. Stier het erin, jongen. Stier het. Ja, stuur maar gewoon... Ja, ik hoor hem als je Koen hoort. Ja, Koen, oké, okay, top. Dankjewel, Evert. Hi. Koen, die doet eerste potje mee. Wij waren aan het oordelen over aversion kicks. Ja. Niet dat het interessant is voor jullie, maar... Nee, ik denk dat niemand hier aversion kent eigenlijk. Nou, zeg het in de chat, als je hem wel kent. Als iemand aversion kent, dan ben je een held. Ja, dan heb je het goed gedaan. Ja. Even kijken, ik ga een lobby aanmaken, dat is handig. Oh, shit. Maar dan ga ik eerst even de code naar jou sturen, Koen. Ja, vind ik een goeie. Kijk eens. Oké, okay, mensen, de code komt zo meteen in de chat, dus wil je meedoen met Koen, de enige echte pak nu bij, en met mij? Oh. Start je Versophobia op, zorg dat je klaar staat, multiplayer, Europa-server, ja, de. Zeg mijn naam Romano. Yo, Romano. Ik ga ook items toevoegen. Multiplayer. Multiplayer, bro. It's like there are others out there who need help. Join the private flashlights. Game. Oh, dan moet ik flashlights kopen, ik ben heel arm. Oh, wacht hier. Ja, ben jij daar? Ja, ja. Oké, kijk. Hey, ik ben een recruit. Oh, ik moet even... mute in Fasmo. Huh, die Fasmo microfoon voor jou is zo slecht. Dat is echt alsof je uit een koelkast praat. Ja, maar dat is sowieso mijn oude microfoon. Ja, dat denk ik wel. Oh, het flashlight is maar 10 euro. Er komt er een giveaway vandaag. Niet vandaag, bij de 10k denk ik weer. Ik heb geen Fasmofobia. Oeh, dat is wel sad. Nou, dat is kijk. Zuur. Okay. Al deze tijd. En dan geen Fasmo. Ja, het is er al... pijnlijk. Ja. Het is lang geleden dat wij ons eerste potje Fasmofobia hebben Holy gespeeld. Holy damn, ik ben echt even de controls kwijt. Ik wist niet meer hoe ze moest crouchen. Nee, klopt. Oh my God. Kan je Fasmofobia spelen op PlayStation 5? Nee, dat is er nog niet helaas. Het komt wel, maar dit is sneak peek achter de schermen. Een kantoor is in de brand gevlogen bij Fasmofobia. Dus dat is natuurlijk... What? Ja, het is echt zo. Voor mij was het een brand inderdaad, waardoor ze dus niet konden verder werken. Ik moet eventjes mijn push to talk uitzetten. Het was de ghost. Hallo? Ja, de ghost. De ghost kan ze halen. Ik heb geen Fasmofobia. Kan het op laptop? Ja. Oh, dat versta ik alleen niet. Ik weet niet wie daar aan praat is. dit is niet heel verstaanbaar. Ja, bro. Ja, bro. We doen wel Willow om te beginnen. Even rustig beginnen, mensen. Misschien doen we vandaag ook nog wel een potje. Man. Potje nijp. Yo. Yo. Wacht, welke van de twee ben jij? Ik hoor mezelf dubbel. Hier komen die dingen. Oké. Okay. Ciao, bro. Yes, ik zit erin. Ik hoor mezelf dubbel via hier. Ja, dat is via Evert. Ah. Uh-oh, de spoken zijn verbrand. Ja, de spoken zijn... Ja, dus Fasmofobia komt wat later naar console, maar ze willen dat nog steeds wel gaan regelen. Oké, okay, als iedereen ready kan. Kan? Kan, ik kan yes, wel ready. Would be very nice. Ik kan wel ready, maar... Iemand heeft nog de YouTube stream aan die erin zit. Ja, je moet even de stream uitdoen. Of het is gewoon... Nee, dit moet wel via Vespa zijn. Het is zo snel. Ik heb de YouTube stream aan. Alleen moet ik alles. Ja, het is wel snel, ja. Ja, ik kan je heel slecht verstaan. Boom, boom. Ik doe even een beetje zo. Ik zet je ietsje zachter, want anders wordt de hele stream gek. Ben ik sowieso? Ben ik te horen? Of... Ja, jij bent goed te horen. Yes. Ja, oh, Evert, kan je ready? Jij bent een pak. Mijn mic is shit. Mijn mic is shit. Oh nee. Dat valt mee. Jouw mic is shit. Sinds wanneer kan je een blokje... Oh, daar gaat het. Nee, mijn mic is nu eigenlijk wel goed. Mijn oude mic, die was shit.
Ja, klopt. Die was gewoon, als jij iets te enthousiast was en je ging praten, dan valt het helemaal weg. En nu is het alleen maar als het aan Discord ligt. Ja, precies. Discord heeft dat wel vaak eigenlijk. Ja, ja. Moet iets anders gaan bedenken. Ja, of je moet Skype, ook je audio... Skype, videocall. Skype? Ik versta geen reet van die guy. Nee, ik ook niet. Maar dat, het klinkt net alsof hij uit de koelkast praat. Is je microfoon een beetje... Ja, het is niet al te rust. Oké, okay, weet je nog hoe dit werkt toen? Nee, je hebt een flashlight, je hebt een ghost en je moet dan de ghost pakken, ik toch? Ik heb het probleem gevonden. Ja. Nu horen jullie. Ja. Hey! Let's go! Hey. Had je je microfoon nog in je mond zitten? Een hele camera en daar zit een hele slechte microfoon in. Ah! Oh, die had hij gepakt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Oké, okay. Ik moet even denken wat ik ook weer allemaal yo, pakken. Chicken Nugget, mooie naam. Kijk hoor. Hier zeg mijn naam, please. Yo, Lennon. Ik ga het eens toevoegen, want ik heb heel veel tier 3 en 2, alleen... Oh. De laatste, nu hebben we onze mooie laser pointer pen. Ja, nu hebben we de noob spullen. Woehoe! Zeker. Ik had wel laatst iets nieuws. Wat had ik nou nieuws? De oh ja, ik dacht al, nu zit ik een flashlight aan. Jezus. Dit is wel heel erg. Het is zo erg geworden. Vesper tijden zijn achter de rug. Oh. Ja, we moeten weer meer Vesper gaan spelen. Ja, klopt. Het is gewoon een chicken nugget in de chat, ja. We hebben alle hidespots in de autogarage. Oh, ik heb daar... Oh, ik wil met... Ik ben helemaal Lethal Company gewend. Hoe praat ik het? Ja, ouwe. Ik heb de boon gevonden. Hé, maar heb ik Push to Talk nu aanstaan? Volgens mij gewoon niet. Is de radio zo niet gewoon F? Of ben ik nou... Nee, ja, ik heb andere knopjes ingesteld. Nee, van mij horen ze jou wel, Koen, maar via een hele slechte microfoon. Nee, dat kan niet. Jawel. Want ik maar horen jullie mij nu? Slecht. Jij hoort mij goed. Nee, ik heb mijn microfoon aangepast. Dus dan wel goed, ja. Ja. La 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 la. Kan de naam zeggen? Ik weet jouw naam niet. Of wil je gewoon je YouTube naam? Summoning Circle. Oh, wow, dat is leuk. Let's go. Moeten we eigenlijk wel even... wat is ons objective? Ja, we moeten... Oh nee, dat moeten we helemaal niet. Maar we moeten wel een ghostfoto maken. We willen even geld verdienen. Yo, later, Melle. Yo! Yo. Hé, hey, hij heeft hier wat gegooid. Oh, zit hij daar? Heeft hij daar wat gegooid? Er ligt hier een flesje op de grond. Maar misschien heeft de eigenaar die daar gewoon neergelegd. Ik bedoel... Nee, zo werkt het niet, Koen. Maar persoonlijk zou ik ook een flesje daar wel neerleggen in mijn eigen daar huis. Precies. En niet een klein beetje meer naar links. De temperatuur gaat een millimeter, maar niet veel verder. Oh. Ah, ja. Oh, het is hier nu 5 graden. Oh shit. Ja, het is wel hier dan. Hoe gaat de goos door? Ja. Ik ben zo slim. Oh nee. Ik heb echt alleen maar yo, waarom gooi je ineens zo ver met dingen? Dat ben ik niet gewend. Ik ben gewend dat als je op G drukt, dat hij dan gewoon zo... Oep, ja klopt, je kan nu heel ver gooien. Ah, ik wil hem op die stoel gooien, jongens. Je moet met F. Ja, die kan je met F, kan je die neerleggen, ja. Oh, dat kan met F. Ja. Ah. Zeg mijn naam, zeg Peter. Yo, Peter. Zeg okay, dat dan, zal, zeg dat dan. Wat een noob ben jij. Ik zal je naam nee, ik tegen de ghost zeggen. Oh ja. Wacht, wat is ook weer voice, wat is ook weer voice chat? Oh, dat staat al aan. Ja. Hey, Peter. Do you respond to me, or what? How will I tell you? Ik denk niet dat Peter er zin in heeft. Wat wil hij dan? Wat zou ik vragen? Ja, er is één iemand in de game, die heeft een beetje dubbel geluid. What is your town al in Clash of Clans? Hij weet het niet. Hij weet nee, het niet. Maar huisje, hij weet hoor jij... Meer. Jij hoort ook dat where geluid, are hè? You? Dat kraakt... Ja, dat is nieuw. Dat is zo irritant. Dus... De game is slechter geworden, bedoel je? Ja. Ze hebben nu gewoon een ruis waar ze niks aan kunnen doen. Ja, totdat ze hallucinaties... Hey, Vuzing, of niet? Ik zie wolkjes. Nee, dat kan ook al vanaf 5 graden. Oh, shit. Oké, dan zal dat tot zijn. Kunnen jullie even jullie flashlight uitzetten? Ja. Oh, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, ik ga nieuwe spulletjes halen. Ik drop mijn flashlight hier. Niet stelen ik ga en niet hier lekker... Hello, ghost. Ik ga de summoning circle aanzetten. Nou ja, hij reageert ook niet echt. Where are you? Nee, de kans is ook heel klein dat ja. Als je spiritbox hebt als evidence dat hij antwoordt. Omdat ik nog maar de tier 2 heb. Oh, dat is zo, lekker. Zo onzin eigenlijk. Tier 5? Wat? Oh, ik moet nog... In writing? Hé hey, man, ik ga weg hier. Er gebeuren allemaal gekke dingen. Wee, yo, weg hier. Connie. Ik moest nog even in de Discord.
Zo. En zo. Ik denk niet dat Peter zin in heeft. Maar de koos is niet Peter. Wat is dit voor naam? Wat is dit voor naam? De ghost heet Jazz. Weet wel, gewoon zoals de muziek jazz van de voornaam. Ja, Petit. Jazz Petit. Dat is, vroeger had je leuke namen, weet je wel, zoals James Jones. Wat was het nou? Ja, James Jones. James Jones. Nu heb je Jazz Petit. Firelight Light. Oh, dat ga ik doen. Broski, oh. Nee, inside joke. Wacht, wat hadden we nou IMF 5? Ja, IMF 5 ja, en Ghost Riding. Oh, dit wordt easy. Dit is wacht, een... Ik hoor deze hele conversatie niet daar. Dit is een myling. Hallo Koen. Yo, ciao bro. Hoe doe je mee? De code staat in de chat gepind. En straks in een nieuw potje kan je dan die code gebruiken. In de chat. Wat was de evidence? Yo, Chino. IMF 5 en Writing. En Writing. Ja. Thanks. Ja, dat is een spirit shade of a myling. Ik heb een incense, dus ik ga daar even naartoe. Als Feyenoord nog kampioen wordt, eet ik een schoen op. Oh, hoe slecht staan ze er nu voor dan? Eerst, hè? dan zou hij zijn schoen moeten opeten heel snel. Dus ik denk niet dat hij dan... Je weet wat voor een schoen hij heeft. Misschien is het wel gewoon een hele lekkere schoen. Een snoepschoen. Ja, misschien is het zo'n schimmelkaas, steen, zweetschoen. Maar... Sommige schimmelkazen zijn best lekker. Ja, nee, dat mag jij eten dan. Ik hoef dat dan maar niet. Nee, als het een beetje goed gerijpt is, weet je wel. Yo, Tijken! Oh my god. Oh, die is te hoog, wacht. Oh ja, wacht, hebben we een foto van ik de heb roze? Ik heb zo'n fire. Ja, ik had foto's gemaakt van de boze. Oh, hij is uitgegaan. Ja, kunnen die nog één keer Spearbox proberen en dan James Jones? Oh, kan het nog Spearbox zijn? Geen idee. Oh ja, ja het maar kan is altijd leuk. Zijn. Ja, jij bent op vakantie, hè, Tijken. Wat een mazzel. Waar is de Spearbox? Oh, weer je met 5? Ik denk dat Koen de Spearbox heeft. I'm gonna make this poke a little bit salty. We hebben de fire. Oh, ik heb niet meer zout. Lekker. Bam. Je bent gewoon helemaal los. Hé, jongen, ik kan niet eens met mijn normaal knoppen klikken. Ik klik de hele tijd naast C. Naast C? Handig. Ja, om te bukken. Zo, weet je wel. En dan ja, dat weet ik niet meer welke knop het was. Oké. Okay. Get out of the room. Hey, get out of the room. Oh, snaps. Footsteps. We hebben UV. Oh, shit. Ja, het is UV. Dat betekent tegenwoordig dat je automatisch UV hebt. Ja. Het is een myling. Noo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 
Ja, dus de sanity moet toch gewoon naar beneden. Mag ik op de selfie? Zal ik een foto maken? Ja. In de garage is een hiding spot, toch? Ja, okay. Alles, alle hiding spots zitten in de garage. Als jij een beetje zo staat, ga ik even een beetje zo staan. En dan doe ik zo dikke vette pies en dan... Oh ja, dan ga je dood. Denk je? Nou, als je niet snel genoeg rent, dan wel. Is mij niet snel? Ja. Nee. Kijk, ik wil op de foto, okay, okay, okay. Ik wil op de foto. 3, 2, 1. 1. Oh kak, ik klik mis, ik kan het niet meer. Wacht, wacht, wacht. Nee, daar gaat ie. Waar is ie? Nee, nee, stoot! Wat, ik ben gelijk dood! Wat? Stoot! Wat? Nee. Hebben we een ghostfoto überhaupt? Ik heb die hele ghost niet. Interaction. Interaction. Je slaat nergens op. Waarom staat hij gelijk? Hij staat toch altijd stil? Ja, dat dacht ik ook. Ja, tenzij je sanity heel laag is, maar dat valt ook... Oh, we hebben wel nu de objective. Het is een ghostend. Is het een ghostend? Oh, kak, 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 kak. Nee, het is geen ghostend. Het is een event. Ik heb een ghostfoto, jongens. Oh, je hebt een ghostfoto. Ja, ik heb de ghostfoto. Nee, het was geen event. Ik bedoel, het was geen hunt. Het was wel een event. Het was een event. Moeilijk, hè? Sta je nieuwe settings al aan? Ja. Ik heb een ghostfoto. Nice. Oh, oh, oh. Dit was wel matig. Hoeveel betaalt mijn insurance uit? Ja, weet je. De leeftijd die zit niet mee. Nee, net zat voor de auto. Oh, we hebben alles al. We hebben gewoon alles op de portje. Ja, we hebben alles. Ja, we hebben alles. Behalve mij. Ja, we hebben Koen niet meer. Dat klopt. Oh, oh, oh. De camera, badkuipman. Wat? Wat? Waar is dat? Dat zegt iemand in de chat. Dat zegt Tijke, maar die is niet helemaal... Ik heb 2 maanden geleden een zusje gekregen. Joh, gefeliciteerd. I've got some jobs ready for you. Ja. Let's go! Koen, hoeveel geld? Hebben we de boom? Ja, wacht even. Er gaat nog ja, ik had de boom. Oh. Oh.
Nice. Damn it. Hoppa. 429. Het is oké. Okay. Oei. Hoeveel hebben jullie? Nou, ik heb nu 46.000. Jezus, wat? Ja, ik weet niet hoeveel ik heb gekregen, maar ik heb tenminste een tier 2 spirit box gekregen, dus dat vind ik altijd wonderlijk. Dat is ook lekker. Ik heb bijna alles tier 3 ondertussen. Ja, maar deze ghost die heet niet James Jones, dat is jammer. Ik ben nou hetzelfde level, Skippy guys. Ik ben hetzelfde level. Sowieso. Oh ja, 27. Maar ik ben wel prestige, hè? Get outplayed. Ja. Ja, zelfs Koen is prestige. Ja. Oh, sick. Oh, wat ga je ermee? Helemaal niks. Ja. Maar ik ben wel cool nu. Ja. Alright. Thank you guys voor het potje. Dit was een goed potje. Eindelijk ben ik er niet dood gegaan. Ja. Het was een goed potje, helaas ging ik wel dood. Ja. Ja, ja, maar jij bent noob. Ja, oké, wacht. Helaas ga ik er ook een eind aan breien. Yes, adios. Richting beauty calls. Ja, adios. Tot later. Ja, jij moet er vandoor, hè, Koen? Ja, ik moet er vandoor. Dus ik offer mijn plek op voor alle gretige ghost hunters. Oh, ja, ja. En, die doen het waarschijnlijk beter dan jij. Ja, ik wil precies meedoen, ik ben nog. Ja, dat is goed. Dus, ik zeg au revoir, urinoir. Oh ja, nee, nice. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, lekker man. En, ja, jullie kunnen wel joinen, mensen. Ja. Luister naar Just. Luister naar Just. Nee, ja, Aversion. Naar Just. Oh ja, Aversion, shit. Ja, nee, niet maakt hij de fout. Oh, fuck, maak schaam je, fout. Schaam je. Oh, dit is zo dom. Oh, okay, nee. Nou, ik zal door deze fout nu de chat verlaten. Adios, amigo. Vaarwel. Dat ging niet. Oké, mensen, willen jullie joinen? Dit is de... Oh, dit is de code. Hij staat ook in de chat gepind. Oh, ben je ook uit de call? Oh, hij is uit de call. Jongens, dat was Koen. Koen die gaat er vandoor, want die heeft wel een leven. Dus ja. Met Spearbox. Nee, maar dat is leuk als de ghost echt, zeg maar, James Jones heet. Dan werkt dat wel, maar... Deze ghost heet niet James Jones, dus die gaat er dan niet op reageren. Ik moet even mijn Discord afsluiten. Let's go. Koen was er klaar mee. Ja, nee, Koen had van tevoren al gezegd hoor, dat die wegging. Ja, je mag meedoen. De code die staat in de chat en in beeld, dus dan kan je joinen. En anders ga ik... Ik ga straks denk ik gewoon een potje... Wacht, je hebt ook Insane, hè? Insanity. Hoe voer je dat in bij multiplayer? Ik kan het niet laten zien, want dan ben ik uit de lobby, dus de code weg. Maar ga naar multiplayer. En dan waarschijnlijk iets van join. En dan kan je joinen. Dat waren de goede phasmophobia tijden. Ja, klopt. Het is wel jammer dat... Zeg maar, kennen jullie de game Lethal Company? Dat is in het buitenland is dat best wel groot. Maar in Nederland valt dat best wel tegen eigenlijk. Het is zo'n leuke game. Zeker, dus je moet het wel zelf leuk maken. Dat is het wel. En met de mods is het 10 keer beter. Ik stuur je zo een DM van wat ik bedoel. Ja, is goed. Dat is best. Ja, is goed, Evert. Maar ik weet niet of je nog kan joinen, want ik heb je gekickt. Wacht, dan laat ik wel gelijk even zien hoe je de code invult. Kijk. Hier, je gaat naar multiplayer. Dus connecting. En dan staat er hier onderin join private game. Die moet je op klikken en dan moet je de code invullen. Maar nu is de code veranderd, want ik heb het laten zien. Dat is redelijk logisch. Is die veranderd? Ja. Ik mag geen Phasmophobia installeren op mijn laptop. Oeh, dat is spijtig. Oh, hoezo kan ik niet... dit is echt gaar. Je hebt zo'n emoji-knop op YouTube. En daardoor kan ik niet mijn bericht pinnen, omdat die emoji-knop er letterlijk voor zit. Oh, hier. Tja. Dat is de nieuwe code. Je kan weer joinen, Evert. Van mijn moeder. Oei. Doedoedoedoem. Ja, vind je het niet goed of zo dat je games dan überhaupt installeert? Ik ben er weer. Yo. Oh, geluidje, wat achter. Ja, want je hebt wel nog echo. Maar ik weet niet hoe dat dan komt. Ik ga wel gewoon alles toevoegen. Je hebt tier 3, toch?
Ja, kijk, ik heb deze spullen heb ik. Oh, wacht. Oh my. Ik ga nog even de video. Damn. Wacht, welke is stier? Oh, dit is stier 3. Oh, ja. Zo werkt het. Ja, je ziet dus, je hebt dus die drie streepjes, ja. Drie streepjes is stier 3, twee streepjes tier 2. Maar er zit ook een tier 2 flashlight in, of is die van mij dan? Huh? Oh ja, dat komt omdat jij de host bent. Oh. Nou ja, dat maakt dus niet heel veel uit dan. Mwah, die tier 3 is zo chill. Van een flashlight? Ik ga alles vroeger, fuck dit. Ik heb $46,000, ik ga gewoon alles. Zullen we een potje Nightmare doen dan? Is goed. Oké. En dan kunnen zo iemand van level 5. Oh nee, dat gaan we maar niet doen. Ik wil dan waarschijnlijk ook doodgaan, maar die... Gewoon professional. Ja. We gaan wel eens zo'n farmhouse doen, die is... Ik heb gewoon één vriend die speelt, die voegt dan meteen alles toe. Dus ik kan alleen maar geld opbouwen. Dat zie ja, dat is top. Ja, ik ben meestal alleen en dan ga ik dood. Dus dan... Ja. Ja, ja ik vind Phasmophobia in mijn eentje. Mwah. Nee, ik speel het ook niet als ik niet aan het opnemen ben hoor. Dat is... Heel veel games die ik opneem zou ik nooit spelen als ik het niet zou opnemen, zeg maar. Ja, precies. Dat snap ik ook eigenlijk wel. Ja, want anders is het gewoon alleen gamen. En dat is... Ja, precies. Vind ik best wel saai. Ja, oh, trouwens, ik vind die nieuwe Eye Adaption, ik vind het echt best wel vet. Ja, dat is top, hè? Ja, dat is echt bizar. Ik vind het ook heel nice. En die headcam, die is ook echt heel chill en die heb ik nog niet. Wat is dat dan? Ja, dan heb je... tier 2 vind ik chiller. Dan heb je... Wacht, die kan ik nu even kopen. 10k. Dan heb je een flashlight in plaats van een camera. Op die camera. En dan heb je een slot meer als normaal. Oh, serieus? Dat is heel OP. Ja, dus dan heb je... Hij is niet heel fel, maar in het begin is het heel chill om die even op te doen. Daarna pak ik wel gewoon een normale flashlight. Maar... Ja. Ik, als het goed is, zit hij er nu in? Wacht, ik doe even alles removen en weer alles toevoegen. Ja, lekker. Dat Snorlax. Die zit daar gewoon. Dominique, kan je ready? Jullie zijn hetzelfde poppetje, dat gaat even verwarrend zijn. Wacht, ik kan even... Pak wel deze. Hoppakee. Hallo, even kijken, Dominique. Zit er goede het? Ja, goede headcam zit er dan in. Heb je die ook? Ja, die heb ik nu even gekocht. Tenminste, dat is tier 2. Tier 3 vind ik persoonlijk niet heel chill. Want dat is een of ander night vision bril die je telkens moet opzetten. En die vind ik niet heel chill. Wacht, ben jij dat? YPTK? Yo, bro. Ready up. Geen zin in. Gaan we grab voor. Gewoon in de lobby blijven chillen voor de rest van de stream. Ja, oh, hij loopt wel. Yo bro, ja, ready up. Pak Snorlax bij je voor een potje. Oh nee. Yo bro. Ja. Nu moet jij ready up. Oh, nu zijn wij niet ready. Huh? Hoe kan dat nou weer? Oh, omdat jij... Ja, omdat een nieuwe ding had toegevoegd. Dat weet ik al. Pak Snorlax bij. Oké, volgend potje. Ik kan niet meedoen. Wow! 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 Oh, dat was heel luid. Heb jij al de video gezien die ik DM had gestuurd? Nee, want ik ga nu geen DM kijken. Ah, shit. Oké, deze? Oh. Ik zou je microfoon even uithouden, Dominique. Ja, ik denk dat dat beter is. Oké, wacht. Kijk, check deze nieuwe IMF. Ik vind deze zo chill. Ja, deze laat ook de richting zien. Ja. Precies. Ja. Dan kan je echt precies zien waar het is. Ik vind hem zo chill. Ja, klopt. Dat is heel fijn. Oh. Okay, ik ga hem meenemen. What the f... Ik heb dit allemaal nog nooit gezien. Ik ga meteen de breaker wel even aanzetten. Ja, is goed. Oh, wow, yo. Ik zou hem gewoon even muten. Ja, ik krijg de hele tijd reclame. Staat dat aan? Ja, okay, de stream? Ja. Ik ga nu even de breaker aanzetten. Joh, wat is dit? Oh, dit is de thermometer. Maar deze flashlight. Oh nee, het is wel beter.
Het is groter als deze flashlight. Ja, die thermometer die is ook echt heel dik. Ja. Doe mic aan, heb je het nu gefixt? Nee, klopt. Ik vind reclames op livestream namelijk zelf... Oeh. Het is niet gefixt. Even kijken, ik ga dit kijken of ik dit kan fixen. Kan ik dit fixen? Dat is het goede vraag. Oh ja, hier. Nu staat hij op laag. Waarom? Dus wanneer kan je dat zelf instellen? Je kan zelf... Ik ga om de halve minuut een reclame pompen. Let's go. Oké. Okay. Waar is die X-kant? Wat zoek je? Waar is die breaker? Zit hij hier? Oh, ik denk het, ja. Ik was hem aan het zoeken, maar ik speel deze map bijna nooit. Let's go. Oh, IMF. Oh. Holy shit. Oh, nul. Hier zit hij. Hier is IMF. Het is hier 10 graden. Wat? Wat is het hier dan? Oh, hier is 13. De koude lange reclames. Oeh. Nee, ik heb Discord uit tijdens streams, dus... Oh, wacht, hij heeft deze omgegooid. Welke? Hij had hier... Oh, nee, hè? Ik dacht dat ik net een omgevallen busje zag. Nee, dit is niet zo. Nou ja, geen idee, maar we hebben wel weer een hiding spot in de ghost room. Ja, het is hier 7,8 graden, dus dat is wel... Met deze thermometer is het wel echt moeilijk om freezing te zien. Het is heel moeilijk. Deze of die tier 1? Of wat ik nu vast heb? Deze. Hey, deze, de deur. Die tier 3. Waar? Hier volgens mij ergens. Oh, ja, deze. Maar dan moet hij hier in de keuken zitten, toch? Dat zou je denken. Maar hoe lang is die? Precies wat ik heb. Ik heb het laag, nu op laag gezet. Weet je echt niet meer dat ik in de padkuik op Tangle zat? Nee. Maar ik ga straks wel kijken naar de stream. Waar zit hij nou dan? Ik snap er helemaal niks van. Hier is het kouder. Ja. Maar hij zit daar aan de deur, dus dat is toch raar? Ja. Even kijken wat hier is. Zal ik de bone en de cursed item anders nu even gaan zoeken? Ja, is goed. Om de minuut een reclame, nog steeds? Kijken, bewerken. Ik kan zelf nu ook gewoon klikken. Even kijken, inkomsten genereren. Volgens mij zit een... Ja, we hebben een hiding spot zo... Wacht. Maar het zegt lagere... Kijksplein wordt minder onderbroken. Jo, later, Lucy. Nou, ik snap er ook geen hond van eigenlijk dan. Aanpassen. Wacht, ik kan misschien... Misschien kan ik dit doen. Handmatig invoegen. Als ik dan niks invoeg, focus je op je livestream en laat YouTube advertenties voor je invoegen. Nee, donder op. Oké, voor mij heb ik nu gezet dat ik handmatig het moet invoegen. Dus als ik het niet invoeg, komt het niet. Let's go. Easy upload. Jou, bro. Oh, je hebt... Oh, we hebben... Hoe heette die? Kaarten. Tarot cards. Nee, ja, we hebben ze al in die kamer waar we zitten. Zal ik even een foto maken of is die al... Ja, we moeten wel nog foto, ja. Ik denk wel, het is hier 6 graden. 6 graden. Oh, zit nou je voet er precies ik in? Ik krijg geen reclame zo. Oh, hij heeft hem. Oh. Hij heeft hem, holy shit. Ik denk wel dat het hier is. Ik ga de boom dan snel nog even zoeken. Oké, ik ga spulletjes halen. Ja, het, YouTube is sowieso heel raar hoe dat werkt met reclames. Want stel, je kan dus ook zelf reclames instellen in video's. Stel, je zegt om de 10 seconden reclame, dan krijg je bepaalde mensen dus alleen maar reclames omdat YouTube uitzoekt hoeveel reclames je al gehad hebt bij andere video's. En dat werkt door. Maar je moet ook niet om de 10 seconden reclame zetten, zeg maar. Dat is sowieso niet handig. Wow, is deze ook... Wat? Ik moet echt zo snel mogelijk die items omhoog krijgen. Deze. Wat de... Hey! Beweegt! Wat? Oké. ik moet niet afgeleid raken. Ja, het ziet er allemaal zo high-tech uit. Wat? Kan die de lengte of in de breedte of gewoon helemaal rondom kijken, die sound.
Oh, helemaal niet outplayed. Reclames waren er niet en jij krijgt geen stongs. Ja, I don't care. Waarschijnlijk is het toch 10 cent wat je krijgt of zo. Ik herken al die items niet. We hebben al een spearbox binnen, maar we hebben ook al een dots. Oh, deze moet ik binnen. Als het goed is, spelen we gewoon professional. Ja, refresh de stream. Het kan niet dat je zoveel reclames krijgt trouwens. Yo, nu ben ik echt een professionele vlogger. Jongens, welkom bij de ghost hunting. Ik wil echt een keer ghost... Oh. Oh, dat deed jij. Ik dacht dat de ghost... Kom maar, het is een dots. Oh, ik hou van dit spel. Toen je meedeed in VR, was dat in die badkuip? Oh ja, nu heb ik hier zo'n wolkje. Zo'n temperature wolkje. Even kijken, hebben wij iets van fingerprints? Ik had deze cam moeten hebben. Ja, maar kijk hoe goed deze cam is. Er staat wel zo'n record knopje, maar dat kan toch helemaal niet? Deze cam is zo chill. Ja, dat is de eerste keer dat ik al die betere items zie. Ja, dat, ik vind vooral die IMF en die camera zo chill. Ja, klopt. Wacht, maar... Waar is die boom? Ik heb echt 2 rondjes door dit hele huis gelopen. Oh! Oh! Kijk voor Joefie. Ja, fingerprints! Ja, Joefie! Let's heb je go! Hem? Lekker! Ja. Oké, okay, wacht. We moeten... ik heb nu die klote fotocam, maar... We hebben... Ik heb ook de goede fotocam. Oh! Oh! Zo! Zo! Ja, ik heb probeer mic. Dus ik zette zijn mic even een seconde aan en toen... Oh my. Zo. Dat is luid. Hij zat aan het deurtje van de breaker. Dat heb ik helemaal nooit gezien. Oh, hè? Hebben we al wat anders dan SUV? Nee. Nee. Mag ik kijken wat voor ghost orbs? Ja, ik ga even spullen pakken. Oh, wacht. Kan je die UV even op pauze zetten of zo? Oh, dat kan. Oké. Okay. Wauw. Even kijken of iets van ghost orb. Wacht, deze zaklamp hier moet even... Dit is mijn zaklamp. Je kan bijna bij alle tier 3 items kan je ze uitzetten, net zoals de spinbox. Ja, dat is echt handig. Ik zie geen orbs trouwens. Geen orbs of wel orbs? Oh, wel. Nice, hebben we al de laatste ook al? Nope. Bench je hand toe voor baken. Ja, en we moeten wel kijken of de mimic is, hè? Oh ja, dat ook nog. Maar daarvoor moet freezing zijn. Ja, oké. Ja, we kunnen ook nog die tarot cards doen, maar... Eigenlijk... Oh... Vervelend. Wat piept er zo? Dit is de IMF. IMF 5, check dat. Oh nee, wacht, dat is IMF 4. Wat is dit? Het is hier letterlijk 0 graden. Letterlijk. 0? Ja, ik heb 0.0. Oh. Wat is dat? Oh, freezing, freezing. Oké, maar wacht. Wisten jullie dit? Kijk eens naar die dot. Of het motion sensor. Ja? Je kan die motion sensor kan je zo splitten. Split? Wat? Wat? Dan heb je 2 strepen. Dan wordt de range iets minder. Maar dan heb je dus een dubbele... Dat is ziek, ouwe. Wat is de range normaal dan? Oh ja, die is verder. Oké, okay, dus is het of een handtoe of een mimic. Ja. Dus we moeten spiritbox checken. Wacht, laat mij spiritbox doen. Oké. Ik ga nog ook wel een rondje doen voor de ghost. Voor de boom. Voor mij praten dan, joh. Nou. Nee, het kan niet dat je nu nog reclames hebt, letterlijk. Roulette? Ja, we gaan zo'n roulette doen, dat is wel leuk. Maar eigenlijk moeten we wel inderdaad de boom vinden, maar... Ik wil niet zeggen dat ik daar echt een geschikte persoon voor ben. Maar ik ga het toch doen. Ik durf met bijna 100% zekerheid te zeggen dat we een handtoe hebben. Want ik heb echt geen idee. Oké, nou beter. We kunnen wel zo meteen nog Russisch roulette doen. Met, of tarot card roulette. Maar ik ben nog even een rondje aan het lopen voor de boon. Foto's voor de perfect kid. Oh nee, we hebben een
deurfoto, zeg maar. Oh, hoe dat dan? Ja, geen idee. Ja, dacht ik ook. Meestal als ik handdoek heb, is echt min 10 of zo. Boven? Is boven de boom? Ja, precies. Maar ik ga nog wel heel even spelen. Hoor. Nee, ik ga het eigenlijk niet blokkeren. Oké. Okay. Hey, maar die boon die is. Die is goed verstopt, zeg maar, om het even zo te zeggen. Maat, ja. Nee. Tijken die. Tijken, hoe lang ben je op vakantie? Yo, Arnaf. Nee, Tijken heeft niks misgedaan. Kijk, op zich. Kan je een berichtje één keer sturen? Want het heeft niet zin als je meerdere keer stuurt of het beter lees. Tafel. Sta de boom? Yo, Jega. Oh, wauw, serieus? Hoe hebben we dat gemist? Oké, we hebben de boom. Dankzij Dominic. Lekker. Hebben jullie fotocam? Oh ja. Ja. Hij lag letterlijk hier om de hoek. Oh. Ja. Wow, yo. Ik krijg maar geen rust. Oh, boos. Oh, boze ghost. Oké, wacht. Oké. Ik wil eigenlijk een smudge stick. Waar zijn onze hiding spots? Wacht, maar deze crucifix heeft twee burns. Ja, maar ik wil even... Oké, wacht. Hier kan ik even stoppen. Ik wil even een smudge stick hebben. Dan kunnen we tarot card roulette doen. Nu wordt het spannend. Maar als hij dan gaat hunten, wil ik wel kunnen wegrennen. Yo, no sky. Gaan we dan kijken naar de prison? Oh-oh. Oké, jullie moeten smeertje op. Ik heb een fotocam. Lighter, dit. Ats, ik kom eraan. Zou het zien dat ik Henk ben? Nee, ik wil eigenlijk, hoop ik dat we... Ik heb ook een fotocam gedropt, want we hebben toch het boekje al vol. Ja, dat is waar. Moeten we niet nog een ghostfoto dan? Oh, we moeten ook parabolic microphone sounds. Oh, we moeten parabolic microphone sounds nog hebben. Gaan we dat ervoor doen? Ik heb 3 jaar met die parabolic mic in die kamer gestaan, maar ik krijg niks. Oh, hij ligt er al. Oh, hij ligt daar. Dan ga ik ook even staan. Echt, ik krijg niks. Het is echt irritant. Kijk, hier ligt hij. Oh ja, ik wil ook even koekeloeren. Pokkeding. Ik kreeg echt helemaal niks. Nee, ik lok deze ghost even goed uit. Komt goed. Oké. Hoe heet die ghost? Show yourself. Ik ga nog wel een parabolic mic en nog... Give us a sign. Als Noski. Oh ja. Wacht, Noski of Noxie? Noxie. Zo. Show yourself. Heeft hij nog... Hij heeft nog een burn. Hello, ghost. Ghost. Hoe koud is het hier? Oh ja. Het is nu wel min 7,5. Dus dat is meer hand toe, ja. Oké, dit is meer hand toegedragen. Show yourself. Ik had laatst echt de agressiefste shake. Gewoon als nok op een ski. Ga je skiën, Tijken? Wat? Huh? Oh, ik had even hele rare belichting in deze game. Oké, ik heb nu ook een parabolic mic, dus... Het zou toch moeten lukken? Het is zo'n makkelijke objective. Heb je dat? Wauw, oké. Kom Russische roulette doen. Tarot card roulette. Wil je A, U, B reageren? Waarop? Ik ga zeker skiën, zo ga ik anders naar Oostenrijk. Ja, weet ik veel. Oké. Waar zijn de tarot cards? Wie is er iemand die vrijwillig wil beginnen? Of anders zal ik wel... Oké. Oké, wacht, ik ga er één trekken. Ja. Eentje. Ja, om de beurt eentje is het gewoon. Komt-ie. Hankman, no way! Nee. Oké, wacht. Nu,
Oh, oh, waar is die ghost? We hebben een fotocam hier. Oké, nee, hij is al klaar. Ik ga de High Priestess voor hem trekken. Kak, waar zijn die kaart? Ik ben blind. Hé? Wacht even. Oh, daar. Oké. Ben ik alleen? Oké, ik ben alleen. Devil. Al mijn spullen? Oh ja, je had ook de spullen. Oh, oh, daar ben je. Oh. Oké, jij bent. Ik had de devil, dus dat was het event. Hey, je hoeft er maar eentje te trekken. Oh nee, nog een bird. Nee! Oh, kijk hoe... Is hij dood? Hij is dood! Hij is dood! Nee! Waarom gaat hij... Oké. Goed, ik ga 2 keer de High Priestess poelen voor jullie. Let op. Let op, let op. Ik ben weer gewoon geworden. Welcome back, mate. Ik kan dit. We hebben niet nog een crucifix. Oké. Stress. Ga ik nog iets meenemen? Eigenlijk heeft het echt niks zin. Is dit... Oh, dit is zout. Nou, dat hoef ik ook niet mee te nemen. Oké. Als ik High Priestess trek, wie komt er dan nu als eerste terug? Maak foto van de bodies. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Hebben we hier nog een fotocam? Ja, oké. Tijke, je bent een lifesaver. Hier, let's go. Oh, dit was niet best. Zag u hoe snel die hand toe eerst was? Dit moet wel een hand toe zijn, want eerst was hij heel snel. En daarna was hij helemaal niet zo heel snel meer. Kijk, mooie foto. Ja, ja, ja. Ik zie alleen echt geen reet. Waar is de... Oh, hier is ze. Je moet eigenlijk ook even het lichtje aan. Hier. Waar ben je? Jij ligt daar. Kijk, prachtige foto's. Oké. Ghost? Waar ben je? Hij is zo boos. Ik ben Sanity 0. Waar de frick zijn die tarot cards? Huh? Kak, die had die ene bij zich die dood is gegaan. Nee, Dominique. Heb jij de tarot cards nog? Niet? Nee, stop. Stop, 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 stop. Van, ja man, ik ga hier nog even kijken. Ah, nee, al die spullen, Evert. Nee, het was wel een... Ik heb niet eens hand toe ingevuld. Hoezo heb ik dat niet ingevuld? Hij kon je zien. Je was een hiding spot. Oké, wacht. Hoeveel geld ben ik nu kwijt? $2,040. Oh, dat is pijnlijk. Rip iedereen. Ja, wat is er met mijn licht gebeurd? Huh? Hoe groot is de kans dat je met je eerste kaart de Hangman trekt? Ja, dat is echt bizar. Ja, dat vind ik ook. Yo, eet smakelijk. Ja, dat is echt dat is bizar. Dit had niet moeten gebeuren eigenlijk, want... Nee. Oh, nu zijn we ook gewoon allemaal dood. Oh, dat is niet best. Er is iets wat heet Mesh Collider. Nee, ik weet toch niet wat dat is. Ja, dit is, ik denk dat het Eye Adaption was. Niet meer boos, let's go. Oh, hij is weer weg. Oh, nee. Oei, dat is sad. Dat is very sad. Oh, jeetje. Dominique heeft nog steeds de herrie. Oh, serieus? Ja, ik probeerde het even, maar... Ja, nu hebben we hem verloren. Nu hebben we een L gepakt.
Ja, dit vind ik ook wel echt jammer hoor. Ik had gewoon lekker één kaartje trick denk ik met. Hey, daar is hij weer. Oh, ja, 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 ja. Yo. Yo. Yo? Oh, hij doet de moonwalk. Ben jij dat? Ik hoor zijn microfoon raar, wacht even. Ja, die moet je hem vermuten, klopt. Ja, hij moet je muten, Dominique is dat. Ja. Mesh is een object en een collider is wat zegt dat je er niet doorheen kan lopen en zo. Ja, maar waar... Mijn hoofd. Waarom was je heel lang niet meer live? Ja, ik had een computer die niet werkte. Nu heb ik een nieuwe computer. Volgend potje mag je al meedoen. Even kijken. Ja, welke gaan we doen? Camp Woodwind. Oh, jammer. Camp Woodwind? Ja, is goed. Echt zo'n leuke map, vind ik. Ja? Ja, hij is klein. En toch eigenlijk ook wel weer moeilijk, want je kan die ghost heel moeilijk vinden. Nou, ik heb deze map al heel lang niet gespeeld. Ja, maar dat is... Oh, zo, je bedoelt met die ghost dat hij me zag. Ja, maar dan had hij me toch al eerder moeten pakken. Maar hoe deed je dan uploaden? Ja, dat heb ik dus ook een hele lange tijd niet gedaan. Kijk, het probleem was... dat er zat iets in mijn hardware, in mijn computer, een onderdeel. Die was dus kapot en die was aan het storen, denk ik. Ik heb nooit gehoord wat er precies was. Ze zeiden alleen van, yo, neem je geld terug en koop een nieuwe computer. Dus, ik kon video's opnemen, maar er zat heel veel... Ja, soort geruis in en gekraak in de audio-opnames. Dus als ik een video ging opnemen... voor mij was het de eerste video waar ik het echt in had en zelf merkte... was van een alien-spel. En daardoor kon ik wel video's opnemen... maar meestal kon ik de helft gewoon aan opnames kon ik weggooien. Omdat het gewoon zo erg aan het ruisen was. En toen heb ik in heel oktober heb ik niet geüpload, omdat ik omdat ik toen geen computer had. En toen kreeg ik dus... ik heb een IMF. En toen kreeg ik eind oktober te horen dat ik... IMF 5. Hij was heel hoog. Oh joh, zo. Wacht, ik heb... Ik heb nu drie keer IMF 5. Ja. Toen kreeg ik te horen van... Yo, je computer is kapot, we kunnen hem niet repareren. Neem al je geld, koop een nieuwe computer. En dat was letterlijk bij de leverancier waar de computer vandaan kwam. Dus ja, was ook niet heel veel aan te doen. En nu heb ik een nieuwe computer, wat ik niet wilde eigenlijk. Maar het nadeel was... Nou, eigenlijk is het geen nadeel. Nu heb ik wel de nieuwste van de nieuwste spullen. Dus ik hoef heel lang geen nieuwe computer meer. Als het goed is. Als je niet weer zegt goodbye. Want ik heb laatste jaar... Nou, voor mij heb ik in de afgelopen 2 jaar 3 computers gehad. Zoveel pech heb ik gehad. Nice. Dus ja. Hopen dat het dit keer iets beter wordt. Die tier 3 aansteker lighter... Of de tier 3 aansteker candle en smudge... Die heb ik nog niet, behalve de lighter. Mm-hmm. Die zijn allemaal niet meer consumable. Dat is zo chill. Ah, dat is top. Even kijken, dit. Mijn favoriete game... favoriete game, zeg maar, van altijd is het Ark. Dat heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart gekregen. En op het moment vind ik Lethal Company wel leuk. Komt dat Alien-spel nog terug of heb je het al uitgespeeld? Nee, ik heb het niet uitgespeeld. Alleen, ik wist niet zeker of ik er nog een video van zou maken, omdat het zo lang geleden was dat ik dat gedaan heb. Maar op zich kan ik het wel doen. Ja, ik heb een 4090. Oh, oké. Is hij er nog steeds? Ik krijg nog steeds wolkjes. Nou ja, het is hier 2.9. Ik heb hulp nodig, ik wil level 4 uit. Dan gaan we zo meteen even een goed potje knallen. Ik ben niet heel veel anders. Misschien. Ik ga ook een... Ja, het is ook met die nieuwe update. Moet je veel gespeeld hebben. Deze videocam kan je ook. Ik heb zo'n tripod, dan kan je hem ook draaien in de bus. Dat is ook echt heel leuk. Oh, wat? Dat is top. Verslaafd aan Lethal Company. Het is ook zo'n leuk spel. Ik moet wel met mods, want anders vind ik het minder leuk. Jeetje, wat doet deze ghost veel?
Ja, hij is heel boos. Het is 0.0 weer. Ik denk dat het zometeen misschien freezing gaat worden. Ja, sowieso. Ik, oh, dit wil ik eigenlijk laten zien straks. Ik ga jullie zo meteen een sneak preview geven van een short. Nou, dat vind ik dus zo leuk aan Lethal Company. Je hebt een, oh, freezing. Ik heb -0.1. Lethal Company moet je ook een keer streamen. Dat vind ik echt leuk. Ja, ik heb allemaal mods gedownload. En dan kan je ook je eigen muziek op de boombox zetten. En daar hebben we veel te veel lol mee. Ja, had ik ook. Deze boos, nog jullie IMF 5. IMF nog steeds? Wauw. Ja, dit gaat. Is goed, Doggies TV. Oké, wacht. Waarom is mijn goede foto kan niet door? Al die piepjes. Ja, dit is echt niet leuk. Ja. Maak je nog een video van Lethal Company? Als het goed is, ga ik dit weekend weer met Koen en Dante opnemen. Hoe kom je aan geld voor een 40-90? Werken. Maar ik ben iets ouder, dus dan heb je een hoger uurloon. Dus dan is het op een gegeven moment makkelijker. Ik zag je short van Jippie, maar die zit nog niet in de video. Nee, klopt. Wat Koen en ik nu doen, is als we gewoon gaan gamen, zeg maar. Dan hebben we wel opnameprogramma aan voor dat soort momenten, maar niet een hele video. Kan ik nog... Wacht. Kan nog dots? Oh, het kan geen orbs meer zijn. Dat is cool. Ja, ik ga dit weekend weer een nieuw opnemen. Ook 40-90 voor mij. Nee, zoveel geld heb ik dan ook weer niet. Dit was wel een rip uit mijn lijf, zeg maar. Gin, Shade, Only of Twins. Twins zou heel goed kunnen trouwens, met al die interacties. Want ze zo actief, ja. Even kijken, dat zou dan Spirit Box moeten zijn. Hebben we niet nog een Ghost? Ik ga nog een Ghost. Ik heb hier Spirit Box, wacht. Als iemand anders even doet, ik heb IJsland. Dus. Oh, wacht. Ja, ik ga wel Spirit Box doen. Jo. Wacht, kunnen jullie dan mag je mijn Quest 2. Maar kan ik dan beter gewoon zelf een nieuwe VR-bril kopen? Dat wil ik ook nog een keer doen. Ik ben met 3 euro per week. Ja, we hebben Spearbox, dit is de Twins. Let's go. Oh, let's go. Ja, het is. Ik moet ook zeggen dat. Tijdens mijn middelbare schooltijd waren er echt. Al mijn klasgenoten gingen dan zeg maar elke tussenuur en elke keer na school en zo de stad in. En daar gaven ze geld aan uit. Ik was gewoon zo'n kind dat naar huis ging om te gamen. Dus ik gaf nooit geld uit. Dus ik heb echt een dikke 3-4 jaar, denk ik wel, gewoon heel veel kunnen sparen. Dat koop mijn Quest 2. Nee, dat ga ik niet doen. Ja, dat is nice om te horen, dat je weer blij bent. Ik wil wel vaker live op zich. Het is lastig in te plannen. Ja, ga vaker live. Ja, Little Company stream is ook nog wel een keer leuk. Ja, of nog steeds een keer Demon Knowledges, hè? Oh, ik schrijf dood van dat spel. Dat vind ik. Nee, het is een leuk spel. Ja, het is wel leuk, dat klopt. Maar. Ja, ik was wel heel bang daar. Die jumpscares, die zijn zo intens. Ik heb dat al heel lang niet meer gespeeld. Mijn laatste keer was. Toen jij je laatste video ervan had geüpload, denk ik. Ja, dat was voor mij ook de laatste keer. Ik moet het echt weer een keer doen. Even kijken. Gaan we nog. Die objective doen, dat we hem gaan escapen. Ja, ik wil hem wel escapen. Ja. Op zich. Ja, ik ook wel. En dan moet ook die crucifix, dus die ga ik ook neerleggen. Ja. Als we naar beneden liggen. Ik geef je mijn kamer voor jouw huis. Er ligt er één. Het is niet mijn huis. was het maar mijn huis. Het is allemaal van mijn ouders. Ja, mijn leuke dier. Eigenlijk ben ik gewoon een indringer die zei van, yo, ik kom hier ook wonen. Speel weer Fortnite Lego. Ik heb nooit Fortnite Lego gespeeld. Die gaat uit. Is zo grappig hoor. Kan je wel proberen. Puur Minecraft genapt. Ja. Fortnite. Ja? Is echt best wel saai. Haal ik wel. Ik heb wel saai 10 minuten gespeeld en daar heb ik weer weggeklikt omdat ik het echt niet leuk vond. Oh. Oh, wacht. Ja, we kunnen wel hide and seek doen, maar we moeten ook eigenlijk even die burn nog hebben. Oh, ze is 45 jongens. Oh nee. 54. Huh? Oh, gaat hij de zieke? Bro, mensen! Nee! Mensen. Wat? Ik ga hem escapen. Ah, wat? Nee! Iemand is de. Nee, is het Evert? Nee! No. Wanneer landpartie. Kijk zijn nek, Heel, wat? Hoezo wat? Kan dat? Ah, hij mag maken een foto van zijn lichaam. Dit is wel erg zielig.
Hè, maar hoe deed hij hide and seek dan? Want ik heb letterlijk niemand dat hardop horen zeggen. Ja, het werd hardop gezegd toen hij vroeg, how old are you? Oh. Was Dominique dat? Dus... Ja, die heb ik uitgezet door die geluiden. Ik heb geen idee. Ik hoorde iemand het zeggen. Wow. Oei, Rip Evert. Is het nou... Yo. Ja, karma komt hem halen. Karma komt hem halen. Doei Dominique. Oké, nu moeten we twee foto's maken, oké. Huh? Maar die crucifix. Nee, ik heb geen fotocam. Ik denk dat die gewoon verplaatst is. Ja, dat zou ook wel kunnen. Dus je moet toch gewoon wat sanity pills nemen voordat er in ook in. Of wil je die objective doen? Nee, laten we die... Ja, wacht, de wolkjes zijn hier. Oh, hij zit hier dus nu. Oh, dan moeten we wel voor sanity nemen. Ja, ik weet niet. Die Discord is dood. Nope. Yo, Jamie, wat? Wacht, ik ga even... Ik neem even sanity pill, dan moet ik ook even kijken. Zo, dat is echt... Wacht, ik ben niet helemaal in zo'n lucht. Oh, dan moet ik even kijken. Dit moet ik opstaarten. Opstaarten, bro. Ik krijg weer is dat nieuw? Ik heb het niet meer gespeeld. Jamie met de... Wacht. Nee, hier kan ik niet lezen wat erbij staat. Huh? Of stond er geen berichtje bij? Oh, ik ben echt een noob hiervoor. Ja, er is wel een berichtje. Jamie met de 5 euro. Hoi Kippie, ik ben nog niet lang geabonneerd, maar ik hou van je video's. Ga ze door. Yo, dankjewel Jamie. Insane. 5 euro rijker. Ja, klopt. Dit gaat allemaal naar... Ik wil dus heel graag een keer ghost hunten in het echt. Alleen het probleem is dat vervoer. Want je kan niet zeg maar even met de bus midden in de nacht naar een verlaten plek gaan. En dan nog ook denken dat je opgehaald gaat worden door de bus. Dat kan niet, want die bus die rijdt dan niet meer. Dus eigenlijk moet je met de auto. Maar mijn moeder, groot gelijk, wil niet dat ik met haar auto ga. Dus ja, als ik dat ooit een keer wil doen, dan zou ik een eigen auto moeten hebben. Maar dat is... op zich, kijk, een auto kopen is nog niet het hele vervelendste. Maar daarna moet je gewoon, nou ja, voor ongeveer wel, wat zal het zijn, 150 euro elke maand betalen aan belasting en verzekering. En zo vaak gebruik ik die auto niet. Ik kom niet zo ver veel weg of zo, dus dan is het gewoon zonde. Nou kan je het huis wel weggeven namens je ouders. Je hebt toch 5 euro gekregen. Nee. Dan gaan mijn ouders me vermoorden. Letterlijk. Oké, ja, wacht. Is hij verplaatst? Want dan moeten we die crucifixes ook verplaatsen. Volgens mij was hij zeg maar net buiten die tenten nu. Maar dat weet ik niet zeker. En die tafels. Ja, wacht. Want heb jij een lighter of niet? Ja. Heb je ook een smudge stick? Ja. Oké, dan kunnen we hem wel proberen te escapen. Ik heb alleen geen lighter. Dat is het enige nadeel. Ik heb wel een smudge stick, maar geen lighter. Volgens mij lag er één op zijn body hier bij het hek. Wacht, kijk even. Dat zou leuk zijn. Ja, je kan zo meedoen nog. Je ma's auto? Ja, dat mag ik niet. Kan ik dingen over het hek? Nee. Even kijken. Ligt een fotocam? Oh. Nee, voor mij ligt er geen... Oh nee! Stop, hou op! Dat is een event. Grapje. Nee, voor mij ligt hier geen lighter. Misschien op de andere... Oh, ja. Ja. Oeh, damn. Ik heb nu
geen smutstick. Nee, ja, ik heb wel nog een smutstick, maar geen lighter, dus hier. Oh, hier neem die. Oké. Okay. Ja, eigenlijk... Ja, gaan we dit nog doen? Dan moeten we die crucifix verplaatsen, maar... Laten, ja, we, ik weet niet, laten we die niet doen. Dat is gewoon dat is een zelfmoordmissie, denk ik. Wacht, wat is het? Ik denk het ook, ja. Oh, ja, de twins. Ik moet wel aan... Ik was bijna vergeten aan, Frink. Yo, Remy. Hoe lang denk je nog live te gaan? Ik denk een half uurtje misschien zo. Nee, ik speel eigenlijk geen gitaar meer. Ik doe het nooit. Welcome back. There's some jobs ready for you. Nee. Alweer dood. Ik leef weer. Deze ghost spande op mijn hoofd. Ik dacht, ik ga hem even lekker escapen. Ik wil klikken op mijn knopje om hem te repellen. Boom, dood. What the fuck? Maar had je hide and seek gezegd, of niet? Nee. Dan was het Dominique. Volgens mij. Lieve. Volgens mij kwam het van maar jou hide and seek. Want jij zei... Het zou... Misschien zullen we al hide and seek doen. En toen zag ik hem. Wow. Oh, ik denk dat hij toen afging, dan had iemand in de chat had dat gezegd. Ja, dat was Dominique. Die zei in de chat hide and seek. Want die wilde hide and seek doen. En toen las ik dat op. Maar misschien als het Ouija board toen al aanstond. Nee, ja, dat was het. Wat? Want ik had net... Ik dacht al, waarom is er sanity 0? Mijn was al 32. How old are you? En toen dacht ik dus, hé, hey, hij is 54 en ik zag hem naar 3 gaan. Ik denk, dit klopt niet. Daar had ik niet eens over nagedacht nog. Ik had niet door dat het Ouija-bord al aanstond toen ik dat zei. Zo, weer 2130 rol je naar de... Nou, ik heb nog 5,6 miljoen, maar ja. Ach joh, ik heb nog 5,6 miljoen? Wat? Hoe heb jij zoveel? Ga het niet over hebben. Oké. Okay. Ik ga even een nieuwe lobby maken. Als er niemand joint, dan mogen jullie wel weer joinen. Maar eerst even kijken of er nog mensen zijn die willen. Dat is... Oh, ik wilde nog niet klikken. Bij deze nog, als je de stream open hebt, dankjewel voor het potje. Ik wilde nog niet weg. Heb je 9? Hoe hebben mensen zoveel geld? Het was wel een of andere bug of zo, dat je, of exploit, dat je dan... Oh, ik win een potje van de ghost en ik ben 100.000 miljoen rijker. Oké, jongens, hier is de nieuwe code. Ik ga die nu ook pinnen in de chat. Als je nog niet bent geweest, mag je gewoon joinen. Als je al wel bent geweest, dan mag je joinen als niemand anders meer joint. Maar geef wel een beetje de tijd. Reageer. Mag ik je gitaar hebben? No. Want dat is gewoon... Wat? Sta jij in een grot? Oh nee. Wat ben jij nou... Ik ben een Daniels Dingle. Wat voor dingen heb jij? Ghost Hunting Commissioner. Level XX. What the frick? Te veel. Hoeveel uur heb je in de game zitten? Rick, hè. Veel. Hoeveel heb ik eigenlijk nu? Oh, ik heb 290. Oh, jemig. Ja. Ik wou dat ik kon joinen, maar ik mag het niet van mijn moeder downloaden. Ze komen nog meer mensen. Nee, je mag wel. Je hebt sowieso het vorige potje niet meegedaan, toch? Nee, ik heb het eerste potje meegedaan met Koen. What? Al die items. Ja, je mag meedoen. Kijk hoe die eye adaption nu ook al... Wat? Als je heel dicht op het bord gaat staan, wordt het heel donker. Ik ga even kijken of ik iAdaption al aan heb. Volgens mij niet eens. Dat was mijn internet. Nee, maar Tijk, het is echt zonde als ik een gitaar heb gekocht. En hem dan... Ik wil het nog wel gaan doen. Maar ik heb nu gewoon te weinig tijd om te oefenen. Waardoor het ook niet leuk is. Ik ga niet even spelen als je niks kan spelen. Op een level 100.000. Kippie? Wat is iAdaption? Mag ik je huis hebben? Nee. Eye adaption, dat is dat als je in van een donkere ruimte naar een felle ruimte gaat, dan moeten je ogen, zeg maar, net zoals in het echt, moeten ze even wennen aan dat er verschil is in het licht. Dus dan wordt het langzamer, past het licht van je de helderheid aan. Oh, dat lijkt mij echt irritant. Ja, dat maakt het enger. Hoeveel gitaren heb je? Twee. Dos. Hé, ik heb trouwens dit. Wacht.
Werkt dit? Ja, dit werkt gewoon. Wow, kijk. Oh, nu zit ik echt te klooien op de stream. En deze. Wauw, ja. Oh, nu zijn het alleen twee keer dezelfde. Omdat Jamie en de laatste en de top is. Oh, damn. Wacht, Zainaba, ik ga je wel even muten, want je hebt hele erge echo. Dus als je het gefixt hebt, moet je even een berichtje in de chat sturen. Yo, nu komt het. Noxy, met de 1 euro, dankjewel. Ik hoop dat ik het nu goed heb gezegd. W Noxy? Ja, zeker. Oké, wacht, jullie kunnen allemaal redden. Nu ja, 6 euro meer. Ik ga dat eye adaption echt uitzetten, dat is echt irritant. Ja, als je zo op dat bord staat, is het heel heftig hier. Maar het is niet heel goed. Let's go. Met eye adaption is alles in één keer donkerder geworden ofzo. Ja, nou sowieso is al heel veel donkerder geworden. Maar dan leg ik straks even uit, want nu zitten we in de loading screen en dan kunnen we niet praten. Dat is mijn naam. Wat is jouw naam? Kip is de beste. Hallo. Dankjewel. Kijk, wacht. Het is sowieso in grotere ruimtes hebben ze donkerder gemaakt. En ook in de farmhouses. Die zijn ook donkerder dan het was. Dus dat is sowieso al. Dat had je al gezegd in... Ik weet niet precies meer in welke video, maar dat had je al gezegd in de video volgens mij. Ja, klopt. Ik praat te veel. Nee, ik klonk niet arrogant. Oké. Let's go. Wow, nu ben ik echt een YouTuber. Ik heb hem met die camera. Dit is sick. Oké. Ik ga vloggen. Ja. Dus dit wordt een ghost hunting video. Ik ga een foto maken van de ghost. En dan gaan we hem op internet posten. En dan exposen we de ghost. Ja, gewoon de exposed. De ghost heeft te veel incense genomen. Ja. De breaker zit in de kelder. En de ghost heeft... Okay. Oh, dit ziet er echt gewoon uit als mijn camera. Huh, dit is echt... Dezelfde dingetjes heeft het ook. Ja, waarschijnlijk hebben ze dat gewoon nagemaakt, maar... Oh, musicbox, eel. Ah, die moet niet nu gebruiken, maar wel een keer... Oh, de ghost zit hier. Ja, zit hier. Ja. IMF3, hier. Ik maak een foto. Ja, Interaction 2? In plaats van stelen. Nee, die moet je ook niet kopen. Maar bovendien, eentje is heel oud. En eentje is heel nieuw, dus daar wil ik juist nog niet vanaf. Oké, maar hij zit hier ergens in de keuken. Ik ga even kijken, ik zie volgens mij niet orbs. Nog niet. Oh. En eentje is ook akoestisch. Dus dat is, ja. Oké, ik ga wel mijn spullen hier droppen, want ik kan nu echt niks doen. Volgens mij zijn het geen orbs, ik heb de camera nog niet. Boeit me niet dat hij oud of nieuw is. Maar eentje is van mijn ouders. Die akoestisch heb ik van mij ooit van mijn ouders gekregen voor gitaarles. Zo, dat is lang geleden wel, hè. Dat is wel een goede tijd. Hier, de dots. Zo mooi dat we van alles één slechte hebben, omdat ik die heb. Ja. Of ik, want ik heb ook niet van alles nog... Nee. Ik heb ook nog veel tier 1. Yo, later Doggies TV, eet smakelijk. Ja, wat ga ik deze nemen mee? Ik heb al een akoestisch, ik wil elektrisch. Kan niks vinden voor een goed prijsje. Ja, wat is een goed prijsje? Die van mij die was ook eigenlijk niet een goed prijsje, denk ik. Die crucifix kan ook 1 cursed hun tegenhouden. Zo, wat? Oh, omdat die tier 3 is. Wauw, kijk maar de range van het is hier ergens. Het is hier was het net 15 graden en in die... Oh, het is hier niet... Zo was het... Hier was het 8. Oh, dus het is meer hier. Dus het is hier 8? Ja. Maar hier is de 10, dus dan is het wel hier. Ja. Doe even solo op stream. Bro, ik kan het niet meer. Ja, met de vlog. We monitoren 24/7 jouw leven, Kippie. Dat is echt saai. Maar elke dag is hetzelfde. Dus dan... krijg je gewoon allemaal video's. Eigenlijk is dat wat heel veel. Eigenlijk is dat YouTube. Gewoon allemaal herhaling van dezelfde dingen. Alleen dan net op een andere manier. Welkom bij YouTube. Speel je soms nog Roblox of Minecraft? Nope.
Roblox heel, heel, heel soms als er een goede horror game is. Maar dat is dan alleen voor YouTube. Dus die video's staan ook op YouTube. Dus dan kan je zien dat het bijna nooit is. Maar Minecraft ook niet meer. Wow, dit is ook sick. Is dit een kaars? Wow. Kijk hoe raar dit beweegt. Dit hoort niet. Tussen, het hoort waarschijnlijk wel, maar dit klopt niet met zwaartekracht. Ik kijk elke dag een video. Ja, ik ben dus sinds dat ik zelf YouTube video's ben gaan maken, kijk ik veel minder YouTube. Oké, wat moeten we nog meenemen? Of hebben we alles van deze wel? Ik weet niet. Voor mij hebben we wel alles van alles al iets liggen. Ja, ik heb Parabolic daar neergedrukt. De Parabolic heeft nou op P3, volgens mij is dit P3, heeft echt zo'n fancy radartje of zo. Oh. Die kaars in VR? Boah, dat zou goed. Jij kan gewoon helemaal rondzwaaien met dat ding. Dat is leuk. Ik wil echt een VR-bril kopen een keer. Maar ik weet gewoon dat ik het te weinig ga gebruiken voor... How old are you? ...hoeveel het kost. Can I have your credit card information? Oh, je hebt al miljoenen. Nou, het zijn geen spirit bills. Spreek ik dat het niet goed is voor je gezondheid. Nee, daarom. Ik zie ook dan nog wel gebeuren dat ik zo erg schrik dat ik iets kapot ga slaan. Zie je niet eens. Ja, ik heb een keer bijna een gat in de muur geslagen tijdens het voetbal. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, ik zie ook geen, hoe heet dit? UV. Volgens mij is die verplaatst. Alweer? Of ja, dus ja, dus hij daar 13 graden. Oh. Hier, nu 12, dus hij is waarschijnlijk ergens naar een andere kamer. Ergens anders. Dat is dan niet ga ik de nice. Weer dus gaan we verder met niet de slaapkamers, misschien wow. Garage of zo. Wat is dit? Ja, fancy radar. Ja, dat is sick. Kom nog 20 euro tekort. Welke ga je kopen? Ik heb ook echt geen idee welke VR-bril er maar goed is. Yo, Lieke. In de kelder, het is overal boven de 15 graden. Ja. Ah, dan gaan we even in de kelder kijken. Ja, interaction hoorde ik een deurtje, maar ik weet niet waar. Het is niet in de kelder. Niet. Jawel, hier. Deze IMF2. Guys, het is uur 2. Hij is niet eens bewogen. Oh, hier, ja, kijk. Er zitten allemaal gegooide dingen en zo. Quest 2? Is hier 18 graden. Hè, zit hij dan in de... Oh, ik had weer iemand. Oh, andere kamer. Of niet? Huh? Nee, het is hier, Hij zit hier op dit gangetje, Oh, ja, hij heeft hier iets gegooid. Helemaal achterin de gang had hij iets gegooid. Hier, ja. IMF... Dit is buiten de map! Huh? Die IMF wijzen naar buiten de map. Ik ga daar anders op spirit box. Yo, nee, Rim. Kan je met de kap... Nee, dat kan niet. Ben je op de naam Kippie gekomen? Ja, eigenlijk. Oh. Oh, ghost dog. Is een ghost dog. Is dit een hunt? Fuck. Hunt. Nee, jongen. Oh, mijn god, zo'n gin sowieso. Hij is dood. Oeh. Oh, er is iemand dood. Nee. Mijn vader gaf mij de bijnaam Kip. Dus, en LDV zijn mijn initialen, dus eigenlijk is mijn vader de genie hierachter. Nee, maar hoezo ging die opeens hunten? Ik ga de crucifix beneden neerleggen. Waar is de crucifix? Die man is gevaarlijk. Wat dan? Is dit? Is dit zout? Ja, dat heb ik al eerder gezien in een van de online public lobby. Oh. Ik zou zo nooit van die fancy zout kunnen betalen. Nou, ik ben dood. Ja, hoe ging die ghost opeens? Gaan we nu wel voor die crucifix hier. Oh, die is daar. De hamster is dood gegaan. Allemaal applaus voor de vader van Kippie. Ja, ja, wat een legend. Oké, wacht. Maar een gin, zei die. Oh. Oh, crucifix burn. Oh, ik zet deze daar. Alweer? Ik denk dat we sanity pills moeten nemen. Maar deze crucifix kunnen we meerdere keren burnen. Ja, oké, maar straks burnt hij 100 keer en dan boom. Ik ga even sanity checken, want ik denk niet dat hij heel hoog is eigenlijk. Nee, ik denk dat de ene van de... Ik weet niet hoe...
Ja, zo sad. Er is elke keer iemand gestorven vandaag. Ja. Oh. Oh, wat is dit? Dit is niet goed. Ik heb een gekke spuit. Ja. Wat? Oh. Zo, mijn hart komt gewoon even uit mijn lichaam. Ja. Ik hoor hem zo hard bonken. Ja. Die ghost ziet mij en rent gelijk als Sonic om me af. Oké, ja, misschien was het wel een chin dan, inderdaad. We gaan het even, want... Hebben we al iets van evidence trouwens, of helemaal niet? Ik weet niet of we evidence hebben, maar volgens mij niet. Ik heb nog niks gezien. Nee, ik ook niet, dus we moeten eigenlijk wel... Trouwens, jawel! Ik had orbs gezien volgens mij. Ik dacht dat ik orbs zag. Ik weet nog niet zeker, misschien kunnen we dubbel checken, maar... Dan is het geen chin. Misschien is het dan een... Ja, hier op de camera. Orb. Daar is een orb. Nee, ik zie helemaal niks op de computer. Ja, daar, orb. Oh ja, heel licht zie ik het. Hè, maar hoe... Ja, dat is een... Oh, dat is de night vision of zo. Oh, je kan hem draaien, ja. Oh, kak. Dat is niet de bedoeling. Stop. Er zijn allemaal orbies. De pen heb je infinite run, insanity. Ghostwriting. Oh, hadden we ghostwriting? Oké, laten we wel... Ik ga maar naar binnen. Maar ik neem wel even een... Is dit een smudge stick? Niet infinite. Zo klinkt het wel. Alsof je zeg maar echt 100 kilometer of zo'n hele marathon kan rennen in één keer. Ik kan nog steeds niet goed die orb zien. Ja, het was ook heel slecht hoor. Dus de grote kans dat door de verwerking van YouTube het niet zo best is. Wacht, waar is dat de breaker? Die moet aan. Kak, zit die hier? Waarschijnlijk niet, want dat is echt mijn... Oh ja, we hebben ghostwriting. Oh, hij zit wel hier. Abadee. Oh, kijk, die crucifix. Die is helemaal geburnt. Oh nee, ik heb weer dat ik raar loop. Oh, hij is helemaal volgens mij. Dan moet je die andere er ook droppen. Ja. Alleen, wacht. Ghostwriting. Dan is het een mare, een revenant of een taaie. Het kan al goed zijn dat het een revenant is. Dat hij daarom zo snel was. Ja, het is freezing. Het is een revenant. Ja. Wat moeten we nog doen dan? Parable. Oh. We moeten even een parabolic microfoon hier hebben. Ik ga die wel verhalen. Ja, die ligt hierboven. Volgens mij. Oh, hebben we de boon? Ja. Oh, wacht. Ja, die had ik gezien. Die had ik hier. Ik voel me niet echt veilig. Hey! Oh, ja, terecht ook! Oh, waar is die ghost? Rot op! Oh, hij komt! Wat de... Is iemand dood? Hij is dood. Oh nee. Bij mij is het goed. Ik leef nog, maar... Ja, ik ook. Met de teammate niet meer. Hij gebruikte nog incense, maar hij is nog steeds dood gegaan. Ja, ik moet even een nieuwe incense pakken. Kan ik deze nog een keer gebruiken? Ik denk het niet. Volgens mij niet. Oh, is de hand te snel. Ja, klopt. Het is ook een goede revenant dit, hoor. Jemig. Ja, je snapt wat ik bedoel. De tijd dat je hard wordt, ja. Al onze maten zijn afgeslacht. Ja. Oké, hier. Ik heb zeker niet die... wacht. Ik neem nog een sanity. Want als ik daar naar binnen ga... Misschien... Ja, ik moet ook een sanity nemen, denk ik. Want ik ben ook echt hard. Ja. Dan kunnen we heel even hebben we de tijd om die parabolic microphone sounds te checken. En als jij of ik doodgaan, als nog één iemand doodgaat, moeten we gewoon weggaan. Ja. Want dat is niet waard om te riskeren allemaal. Ik ben niet goed met incense, maar ik probeer het meestal. Ik pop als je bij mij in de buurt is. Oh, wat? Ik hoorde rare geluiden. Oh, ik dacht even dat hij weer aan het hunten was. Ik schrok een beetje van jou, dus ik... Ja, wat? Ik hoor hem echt! Het is geen hunt! Deze ghost, ouwe! Hier, kom maar even met die sounds, dan kunnen we hier weer weg. Ja, ik wil hier eigenlijk geen minuut langer meer zijn. Oh, dat zijn geen... Nee. Ja. Ghost. Ah, hij doet nog een keer ghostwriting. Nee!
stop, hou op. Die fles let het. Ik durf het niet meer. Oh nee, Koen, serieus? Ik ga hem opofferen. Wel veel plezier, je ging toch iets leuks doen. Ja, wacht, ik ga... Ik gewoon nog een keer... Ja, ik weet niet of je nog een keer kan rappellen. Heb je nog een rappel of niet? Een smudge? Ja, ik heb niet, ik heb hem net gebruikt. Want ik ga niet hoe het midden is. Ik dacht dat... Hoopnight. Raffinet is wel snel. Ja, dat is het. Oké, wacht, ik ga nog naar binnen. Ga je mee? Dan moet jij smutsen. Ja, ja. Oké. Okay. Beleef Porpenite nog? Is dat, spelen mensen dat nog? Maar ik heb nu wel even aan de kick kunnen werken. Oké, okay, dat is goed. Moet ik hem wel horen binnenkort, hè? Oké. Okay. Jij moet voor ons beide smutsen. Ja, als je die trap opkomt, dan smuts ik hem. Oh, de break. Gooi ik dat ding op de trap neer. Okay. Mij is het goed, Lee Koes met jou. Dus ja, ik hoop dat het goed blijft. Als deze ghost gaat hunten, dan it is not so good. Ik weet niet in welke kamer hij spawnt, maar hij spawnde niet in de kamer waar hij zat. Dus misschien staat hij wel aan. Nee. Ik drop hem wel hier. Is het voorbij? Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel, maar ik ga echt niet meer nog naar binnen. Ik ga naar buiten, nee. We gaan weg. Alle smuts is weg. Ik moet er nou gaan. Ik ga niet nog een keer risken. Nee. Oh, deze lighter geeft veel licht. Yo, ja, inderdaad. Aan de ja, dat kan ook. Maar als je de lighter aan of uitzet, verandert de hele kleur van de mist bij mij. Ja, die hele mist die wordt ineens geel. Dat heb ik ook. Ja. Ik ben net door het ijs gezakt. Oeh, huh, is er ijs? Maar is er geen ijs? Voor mij is, bij mij is het best wel... Er komt niet zo heel snel ijs. Die ghost? Oh mijn god, jongen. Die ghost gaat hunten. Hij ziet me en lijp hard op me af. En net die laatste hunt was die tandtoesloon. Dat was niet goed. Ja, klopt. Dan komt dat we allemaal verstopt zaten. Het is zo, er is in updates geheim gedaan dat hij gewoon een fucking ghost type kan veranderen. Oh, dat sowieso. Dat zou wat zijn als dat zou kunnen. Ja. Oh, dat zou nog best wel vet zijn. Yo, dat is nice dat je broer erbij zit. Oké. Bij mij in België kan je al schaatsen op meren en rivieren. Oh, dat is wel nice. Ik heb niet eens schaatsen, dus de laatste keer dat ik ging schaatsen kan ik me niet eens herinneren. Oké, laten we... Hij komt op tafel. Laten we een potje Tanglewood Nightmare doen. Ja, is goed. Dus ik ben niet goed in Nightmare. Dat weet ik ook niet. Ik vergeet altijd dat het dan maar twee evidence zijn, zeg maar. Ik heb eens een keer met een of andere random mensen op zo'n op die campsite of zo heb ik zo'n nightmare gedaan. En toen moest ik de hele tijd zo die ghost om die tafel heen leiden met de motion sensors. Oh, ik wist niet wat die hele tactiek was, maar... Ik moet gaan, joh, later. Nightmare is grappig, ja klopt. Nou, het is vooral leuk dat met de hunts doorgaan. Laatste keer dat ik ging schaatsen had ik mijn pols gebroken. Dat is niet zo best. Ik ga dadelijk misschien lid worden. Yo, wat?
We krijgen zo'n sappig groen naampje. Ik heb hem in je Snapchat gestuurd. Oh jongens, wacht. Oké. We willen eigenlijk wel een live reveal van dit. Oh ja, ik zou ook die short nog laten horen. Oh, die short. Oké, wacht. Eerst Remy. Even kijken. Ik moet dit kunnen zien hier. Ja. Remy met de 10 euro. What the frick? Eerste keer dat ik bij een stream ben. Ik kijk al een tijdje je video's en vind ze altijd tof. Ga ze door. Yo, dankjewel jongens. Dankjewel Remy, wat een held. Ja, ik ben heel lang niet live geweest. Dus dat was ook zes maanden geleden. Juni was de laatste keer. Dat was best wel intens. Spelen er nog mensen Prop Night of niet? Want voor mijn gevoel was die game best wel heel hard dood gegaan. Oké, wacht even kijken of ik die short erbij kan pakken. Ik pak de streamer weer bij hoor. Ja, ja. Dit is dus als je pakt nu bij mij. Custom muziek geeft in Lethal Company en er bestaat zeg maar best wel heftige muziek. Oh nee, wacht, dat zit in mijn editprogramma. Oh, dan moet ik mijn editprogramma opstarten. Oké, wacht, dan ga ik gewoon doen. Ik heb het beloofd, dus nu ga ik het doen ook. Oké. En daarna ga ik nog een potje. Welk editprogramma gebruik je, Kippie? Premiere Pro. Oh, van de Adobe. Ja. Ik heb niet genoeg geld ervoor. Hoe dan? Ik heb het uitgezet letterlijk. Wat is zo'n onzin? Ik heb ingesteld dat ik zelf advertenties moet toevoegen. Ik doe het niet. Oké. Oh, dit gaat zo fout zijn. Even kijken. Ik moet dan even mijn beeldscherm toevoegen. Dit is live improvisatie, nee. Mensen. Kijk. Ik krijg een reclame nou op de stream. Nee, echt? Oké, ik wacht. Ja. Ik wacht. Oké. Oh, dit is mooi. Kunnen jullie dit zien nu, mensen? Ja. Zien jullie... Ja, hij is geskipt. Ik heb hem nou, hij is weg. Oké. Je ziet het editprogramma, toch? Ja. Oké. Dit is echt erg. Ik weet niet of ik dit kan posten, maar goed. Oké, hier komt hij. Ik weet ook niet hoe luid het gaat zijn. Oh, goddap, ik moet dit er even bij hebben. Straks is het heel luid en dan... Laat de short laten zien. Ja, oké. OBS! Kijk, waarom doet hij het niet? Huh? Oh, wacht, ik weet het al. Omdat dit zeker zo is. Ja, oké, wacht. Ja. Hij doet het wel. Hij doet het wel. Horen jullie dit? Hoor je dit? Ja, dit hoor ik. Ja, dit hoor ik, ja. Heb je dit opgezet? Omdat ik geen copyright krijg. Dit wel, ja. Ja, dit is dus, als je ons toestemming in een game geeft om zelf muziek op te zetten, dan krijg je deze herrie. Zo zitten we dan te memen. Koen, yo, Vlogger en Meer, welkom als lid bij het kanaal. Ja, nu heb je een sappig groen naampje. Ja, en je kan de emote. Is gewoon normaal hoor. Precies, Koen. Is normale muziek. Oké, en nu gaan we even Koen zijn Snapchat bekijken. Oké. Op stream? Yo, daar is hij. Dat is toch mooie muziek, vlogger weer. Even kijken, Koen heeft een filmpje gestuurd van zijn muziek. Yo, lid. Hé, hey, maar... Dat is ook... Voor mij pakt mijn microfoon het niet goed op. Hier, Koen in de buurt. Jawel, ik hoor het redelijk. Dat is ook mooie muziek. Uitstel muziek. Goeie kick hoor, Koen. Ja, oké, en nu gaan we nog een, nightmare potje doen. Wacht. Ja. Zij en Naba. Kan je ready up? Wie is het? Even kijken. Deze. Ja, bro. Oh. Leeft hij nog? Hallo? Ja, hij leeft nog. Yes. Als je nog een potje kan, tenminste. Maar die vlogger meer, die zag ik laatst... Die zag ik aantal minuten geleden op de stream ook abonnee worden. Dus nou is gelijk al lid. Ja, wat een held. Wat een held. Die man is aan het twerken op de achtergrond. Ja, klopt. Jij hebt het door. Hardcore zuigt. Nee, dit is te grappig. In Lethal Company, als je naar binnen gaat in zo'n facility en je zet gewoon die absolute herrie op en al die monsters komen erop af, dan is het geniaal. En dan is er dus een monster en heb je zoveel stress en dan hoor je die muziek. Dus je hoort de hele game niet meer en je hoort elkaar ook niet meer praten, dat de muziek is zo luid dat je alleen dat hoort. Dat maakt het leuk. Herrie? Ja, dat is hoe mijn moeder het noemt. We gaan verder met het vloggen, het leven vloggen van Kippie.
Oh nee, hoe lag jij nog live dit potje? Ik vind het geen herrie. Het is gewoon grappig. Nou, die unicorn vind ik wel herrie. I'm sorry, dat is wel herrie. Yo guys, het is vandaag is dag 2 met Kippy. Ik zit in de kamer tussen... In het gangetje tussen de basement en garage. Oeh, let's go. Zit hij hier? Oh, gelijk al. I prefer magische klank. Precies. Ik was al geabonneerd op mijn telefoon, maar ik heb een nieuwe laptop. Oh, nice. Huh, ik had net een glitch, die camera die bleef... Oh. Die camera bleef tussen de kachel en mij zweef of zo. IMF 3 op deze... Nee, hè? Waar zit IMF... In de kast. De kast is de ghost, secretly. De ghost in de kast. Let's go. Ik ga spullen pakken. Voor mij is het dan gewoon de woonkamer, toch? Metallica? Nee. Metallica is toch... Ja, ik ben heel erg niet opgevoed daarin. Dat is gewoon rock toch ook. Ja? Hij deed het licht daaraan in de... Die ene lamp. Die staande lamp deed hij aan. Hij is naar liever. Oh. Ah, top. Ik wil dit. Ja, ik ga wel kijken een keer weer naar Prop Night. Die game was wel sweaty hoor. Laatste keer dat ik het gespeeld had, was ook met allemaal cheaters. Metal. Oh ja, het is metal, natuurlijk. Ja, nee, het is niet helemaal mijn... mijn ding. Ik ben meer dan van Scorpions. De cruise fietsen. Ja. Dat nodig zijn. Ja, echt wel. Hebben we... Oh, die cursed mirror. Ik schrok me kapot van het geluid. Na stream, Discord en Vesophobia. Ik kan op zich wel Discord call na de stream. Maar ik weet niet of ik Vesophobia nog ga spelen na de stream. Ja, dat was niet best, al die hackers in Prop Night. Maar ik ben op zich wel benieuwd hoe het is met die game nu. Of er überhaupt... wat zou de player count zijn? Oh, hij gooit weer. Oh, ik heb... Nee! Oh, dat vond ik even eng. Ja, het is een event, maar... Oh. Nee, Tijken, dat kan ik sowieso niet. Ja, als Little Nightmare 3 komt, ga ik dat 100% spelen. What the hell? Hey, maar hoeveel resoluties zullen deze camera's zijn? Oh, interactie. Interactiefoto, I know. Oh, dat is zo genaaid. Dit zijn wel 8K vlogcamera's, hoor. Ja, dat is de hoogste kwaliteit... Ik ga je leven monitoren in 8K. Niet in 4K, maar 8K. 8K, gatsie daar. Dan kan je alles goed zien. Ik volg je over 2 jaar. Oh, 2 jaar, dat is pittig lang. Ja, Prop Night was ook al een tijdje geleden. Weet je welke... Ik ben de enige die de allereerste Phasmophilus van jou kijkt. Dat was echt... Die tijden die waren geniaal. Echt... Ja, maar mijn video's toen... Oh. Ik weet nog wel dat toen Phasmophobia echt helemaal een beetje opgeblazen was een tijdje. Dat was zo bizar. Dat is de middel. Ik ga het niet breken. Maar niet Niet breken! Wegwezen. Wat doet hij? Is de breker hard? Kippy? Ja, breker. Ja? Is Kippy dood? Nee. Oh, oké. Ik dacht even, ik hoorde je even niet meer. Ik dacht, je bent dood gegaan door de ghost. Nee, ik was gewoon in angst dat ik hier in de kamer... Ik heb hier trouwens een spearbox. Oh, ik hoor hem wat gooien. Ik weet niet. Volgens mij zit hij ergens anders. Ik hoor hem volgens mij hier wat gooien. Is hij verplaatst? Are you here? Hij spande wel in de woonkamer. Echt? In dat hoekje. Daar spande die wel. Hij was hier met vijf. Hij is over hier met vijf heen gegaan. Hoezo hier dan? Hier is het warm. Hij ging net over hier met vijf heen. Waarschijnlijk niet, Julius. Hangt er vanaf hoe lang deze duurt. Are you close? How old are you? Are you friendly? Pak Snorlax, misschien straks. Niet nu midden in het potje, dan ga ik ze pakken. Are you here? Are you close? Volgens mij zijn deze waar had je die 1x5? IMF5 was in dat kleine kamertje daar, met die schoenen. Ja, die was hier. Nog 20 minuten. En wat dan, Tijken? Are you here? Are you close? Succes. How old are you? Dan ben ik in mijn eerste hotel. Oh, nice. Which town hall do you have in Clash of Clans? Ik had Town Hall 8, hè. Oh, ik ga dat echt installeren. Hey. Hij heeft
de dinges. Ja, dus dan zit hij oh, wel dit hier. Is niet de ghostwriting. Huh? De ghostwriting boekje is gegooid. Hé, hey, waarom doet hij zoveel? Dat vind ik eng. Ai, nou, ik wou net een foto maken. Are you here? Ik ga gewoon hier staan. En dan, ik ga even een hidingspot zoeken. Ik zie helemaal niks. Ik ben echt blind. Hoe is het bij hun gekomen? Echt? Oh ja, dat is die tier 3 crucifix die dat heeft tegengehouden dan. Oh ja, ja, ja. Want ik weet niet wie erin keek, maar ik zag die mail al breken. Dus ik ben als een bieden weer gaan naar buiten gerend. Oh ja, die mail is gebroken. Ja, maar, de tier 3 crucifixes houden echt iedere hun teken. Maakt niet uit of het een... of het een curse is, dan houdt hij het nog steeds tegen. Ja, nog een crucifix. Wat is de sanity? Hè, maar we hebben helemaal geen, hoe heet het? Evidence. Crucifix hier. Jawel, we hebben 1x5. Ja, maar daarnaast. Ja, daarnaast niet. Nee. Oh, ik hoor weer wat. Hij gooit weer dat daar. Ga dan in de kast zitten. Ja, ik ga dan straks in de kast. Toen die paspoort bewoog. Ja, ik dacht dus echt tijdens het opnemen dat ik gek aan het worden was. Gelukkig zag ik tijdens het editen dat hij wel echt bewoog. Maar het gebeurde ook zo snel dat ik niet echt goed kon zien of het wel of niet was. Zit dat er nu al in? Doe me denken aan die ene video waar het gewoon... Nee! Oh, ik had parabolic microphone. Huh? Wat was dat geluid? Oh, dat was nog een keer de crucifix. Ja. Ja, ik weet niet waar de thermo is. De tier 1 thermometer is beter dan de 2.1. Ja, maar die tier 1 duurt langer. Ja, dat is wel zo. Maar de tier 1 is helemaal accurater. Het is 3 graden. Ja. Maar ik vind nog steeds tier 3 wel beter. Oké, ik ga even kijken wat de sanity is. En dan zet ik dat wel even op de radio. Jo. Met level 125 siege, maar je bent blind. Ja, ik ben gewoon blind. Dat is een drukke ghost, dat klopt. Heb je nog bedragen waarbij iets gebeurt? Nee. Nee, dat wil ik eigenlijk dus wel een keer doen. Alleen... ik kreeg dat nooit te werken bij dat programma. Want bij mij deed hij dan... gewoon altijd 1 geluid. Maar ik moet dat eigenlijk een keer uitzoeken. Maar ik had het nooit gedaan, omdat ik ook nooit meer live ging. Dus ja. Maar dat is op zich wel leuk. Alleen, weet je wat het is? 6,66 euro is zo duur. Voor alleen een jumpscare extra, zeg maar. Terwijl verder is het hetzelfde als je 1 euro doneert. Is het een hun? Jezus, jongen. Tuurlijk. Nee, laat me erin. Nee! Het spijt me. Ik had niet door dat het een hun was. Ik was veel te laat. In welke video was die paspop? Dan ga ik... welke video was dat? Daar heeft iemand onder gecomment. Dus dat kan ik als het goed zien. Dat was volgens mij... Ja, maar fie! Dit wordt de nieuwe Phasmophobia. Nee, dat was hallucinaties. Als het goed is. Even kijken. Godsamme. Maar hoe ben ik doodgegaan? Ja, was hallucinaties in Phasmophobia. Zo heet de video. Ja, dit was een hele aparte... Een ja, hij kielde mij als eerst. Ik wou die kast ingaan, maar die kast ging niet open. Oh. Ik wou net. Die ghost die spande trouwens in de gang bij de voordeur. Hij spande helemaal niet in de living room. Echt? Oh, ja. Ik zat met die parabolic microphone te luisteren. Dus het klonk letterlijk gewoon als sounds. Dus ik dacht, oh mooi, ik heb de objective gehaald. Dus ik ga kijken in de journal. En toen hoorde ik hunt. Dus toen dacht ik, oh wat, was het de crucifix die weer gebeurd was en niet gelijk ging hunt of zo. Zo ziet het er bij mij uit alsof ik geen equipment nodig heb voor een nightmare. Dat was een snel nightmare potje. Ja, deze was redelijk... Ik heb toch nog 99 salt. Maar staat je badge op je, rustig op je gaan. Schouder ofzo? Huh? Ja, dat zag ik ook net inderdaad. Hier ja, staat... Zie ik in één keer een badge staan. Heb ik het ook nog even... Ja, op je arm, dat zegt al heel lang. Rimmy! Yo, Selim! Wel, ik pak je snorlijk zo. What the frick? In Prop Night hadden ze een blobvis. Rimmy, met de 15 euro, de laatste omdat je lang niet live bent geweest en gewoon omdat je het verdient. Yo,
Rimmied, dankjewel jongen, wat de heck. Hé, hey, inmiddels heb je wel genoeg geld verdiend, hè? Nou mag ik je huis wel, toch? Mijn huis? Ja, ja. Mijn huis mag je hebben, want ik heb er geen een. Ja, maar in overleg met je ouders, hè? Dan mag ik het huis waar je nou in woont. Vind je dat ook goed? Ja, oh, je wil niet in mijn huis wonen. Ja. Nee, het mag toch niet van mijn ouders. Weet je wat we wel... Deze man kan waarschijnlijk sowieso de belasting niet betalen. Nee, inderdaad, hoe ga je de hypotheek betalen? ja, oké. Dan vraag ik of mijn ouders een gulle hand hebben. Oh ja. Ben je gesponsord? Bedoel je door een bedrijf of zo? Man heeft de creditcard gevonden. Yo! Ik weet niet hoe ik je naam goed moet uitspreken, maar meer. Maar rustig aan. Ik heb je bericht gezien. Je hoeft het niet nog een keer 10 keer te sturen. Nu kan je een auto kopen voor de video. Ja, met 15 euro. Oké, wacht. We moeten nog een keer. Welke gaan we doen? Sunny Meadows. Echt? Nee, wat? Sunny Meadows? Is dat niet die hele grote? Oh ja, er moet wel. Misschien is het beter als Rich met Portal zou gaan doen. Want Romane, ik weet niet of ik. Julius, ja. Wacht, wie heeft er... Sainaba, ja, hoeveel potjes... Je hebt voor mij de meeste potjes meegedaan van de mensen hier, dus... Dankjewel voor de potjes, maar ik moet jou even kicken. Nee, Sainaba, want Julius die wil meedoen. Oh. Wacht, even kijken of de code... Ja, Julius, de code die staat gepind, dus je kan hem... Je kan hem nu joinen. Hoeveel potjes had hij dan? Hoeveel potjes had hij dan? Voor mij 2 of 3. Ben jij dit, Julius? Hé, hey, dat is Parson! Bro, Parson! Parson Vos. Ja, hey, nice. Ik heb zoveel met jou gespeeld, hè? Ja, we kennen elkaar. Ik hou enorm van de Ghostbusters video's. Gingen we mensen pranken en de cursed item triggeren. Yo, Daryl. Echt? Ja, dat was zo leuk. Wacht, is dit Julius, of niet? Ja. Oké, top. En ook in Willow kon je ook in één kelderkamer kon je tegen de muur staan en dan kon je Ghosty niet pakken. Waarom ben ik geband? Ja, ja. Nee, je bent niet geband, maar er moest even... er wilde niemand nieuw iemand in, dus je moest weer weg. Heb je al een namenrondje gedaan? Nee, ik weet niet of dat echt iets is wat mensen willen. Gaan we een nightmare doen of niet? Oh ja, met... Met challenge mode. Ja. Ik vind het goed, pak Snorlax. Oké, wacht. Ik pak Snorlax wel. Waar is mijn vlogkamer? Dit is nou een goed moment om Kiki te gaan opnemen. Waar is de vlogkamer? 8K vlogkamer. Kijk jongens. Niet zo hoog, ik heb een bommetje gezet. Stream? Ik ga stream kijken. Nee, dit is legit. Snorlax! Ja, dit was vroeger was dit ook al een ding. Waarom is dit zo'n ding? Iedereen wil altijd... Dit is zo lastig gamen voor mij. Vroeger had ik dat ook gedaan. Even kijken. Maar nu heb ik een koptelefoon met een kabel. Dus dat is nog 10 keer erger. Kijk hoe... Die knuppel is zo groot dat ik moet letterlijk zo zitten. Wil ik bij mijn toetsenbord en mijn muis komen. En mijn microfoon. Holy shit. Je haar is wel echt cool. Ja, dat is oprecht heel nice dat je dat zegt. Want ik haat mijn haar. Liefst zou ik het allemaal willen afsturen. Dat is heel random. Ja. Maar ik het zit gewoon... Met een koptelefoon is dat gewoon niet nice. Yo, eet smakelijk, Rim. Echt dikke shout-out naar jou en bedankt voor het kijken. Gewoon in de chat, gewoon heel random. Gewoon, je haar is cool. Gewoon niet om gevraagd. Gewoon random. Ja, maar dat zijn de beste momenten. Oké. Oké, ik ga hem starten. Ik zal hem nooit vergeten. Ja, over de Ghostbusters. Ja. Binnenkort komt er weer een nieuwe video met de Ghostbusters. Alleen Gefestrophobia. Let's go. Dat is een deel van Kippie. Met de 3 Ghostbusters? Ik heb Snorlax nu al. Wat is het? Ik zat in de 2e. Dat is sowieso 4 jaar. En ik ben al 1,5 jaar klaar met school. Dus ik heb Snorlax al 5,5 jaar. Ik denk bijna 6 jaar. En ik ben zelf 19. Ik ga gewoon voor een record dat hij er nog 60 jaar blijft.
Ja, is gewoon, maar... dit is mijn part. Ik ga trouwen met Snorlax. Let's go. Maar misschien is Snorlax dan misschien wel gewoon opgelost in het niks. Omdat hij al echt... Misschien. Nee, deze Snorlax die heeft zoveel verhalen gehoord van mij. Ja. Dat is... Ik hoop van niet. Het is Snorlax. Ja, maar ik praat gewoon tegen hem. Wow. Hij heeft ook een beetje liefde nodig, hè? Fucking Ribbe op de... Nee, Ribbe hoorde ik. Wacht. Ik hoorde van mij iets gegooid worden. Ik hoorde ook een deur of zo. Ja, maar ik heb die niet zo'n goede IMF, dus ik kan niet kijken waar die... Welkom bij dag 3 gaan we stelen? Nee. In 8K. Nee, niet Snorlax. Yo, tot zo, Sainaba. Zo, ik moet echt... goed lezen. Ja, soms dan denk ik, mijn brein gaat dan bijvoorbeeld 100 km per uur, maar mijn functioneren maar 50. Dus dan denk ik al 3 zinnen verder, maar dan moet ik het wel nog even goed uitspreken. Ja, dat heb ik soms ook, dat je gewoon praat en dan vergeet ze gewoon zinnen te zeggen. Ja. Wacht, zit de ghost hier? Ja. Nou, het is hier 9,8. Nu 10,9. Oh. Ik ben wel de getuige, ja, is goed. Maar moet je even de... Ik moet even breken aanzetten. Weet je waar die zit toevallig? Nee, maar ik kan wel aan de kamer kijken. Oh ja, ik ga wel even beneden kijken. Ik heb Huggy Wuggy als knuffel. Oh, semi-circle. Hey. Ja, die vond ik dus zeg maar één, Huggy Wuggy. Ja. Hey, maar ga je ook chapter 3 van Poppy Breaker is hier. Ja, of course. Poppy Playton. Dan ga ik spelen als het uit is. Wat ik ook ga spelen als het uit is, is... ik weet niet of mensen dat hier kennen, maar dat is Jurassic Park Survive. Dat is nog niet uit en dat komt waarschijnlijk ook nog lang niet. Maar dan speel je zelf echt in Jurassic Park. En dan heb je dino's achter je aan en zo. Maar dat ziet er zo goed uit. Ik heb het zelf nog nooit van gehoord, maar misschien ziet het er wel goed uit. Ja, het is ook echt alleen nog maar de trailer, zeg maar, uit. Are you here? Are you close? Where are you? Wat? Hey, iemand heeft een microfoon in... Ja, welk brein? Maken. Ja, die heb ik niet, Tijke. Heb je ooit met mij gepraat? Met jou, Tijke? Ja. Want dat is pas erg. Okay. Ja, klopt. Snorlax overkopen? Nee. Interessant interview. Hoe gaat het Ghost Hunter vandaag? Veel mensen gestorven. Maar dat is natuurlijk leedvermaak is het beste vermaak wat er is. Ja, helemaal mee eens. Verder. Oh, de camera is uitgevallen. Even batterijtje wisselen. Let's go. On the spot, improvisatie. Wil je weer een keer Dark Deception spelen? Nou, dat is dus het leuke. Ik heb Dark Deception uitgespeeld. Dus zolang er geen nieuwe chapters worden uitgebracht door de developers, kan ik niet verder spelen. Hey, maar Dark Deception is wel echt een goede serie. Ja, ik ben ook echt benieuwd naar de nieuwe chapters. Want dat ding, dat mormel, dat monster ziet er zo eng uit. Dat ze... Ik heb vrijwel alle afleveringen van je gezien. Let's go. Vrij alle, denk ik. Ik denk het. Waag het om Snorlax te stelen of kom je halen? Precies. Oké, nou ga ik de camera wel hier droppen. Kijken of er orbs zijn. Misschien zijn er geen... Even licht uit. Ik ben laat, maar beste wensen. Yo, beste wensen ook terug. Ja. Inderdaad, bijna 2 weken in het nieuwe jaar. Ja. Hey. Oh. Hey, de camera vliegt, wat? Oh nee, de ghost. De camera vliegt. Hé, waarom hoor ik dat? Oh. De camera vliegt. Zie je de camera? Oh ja, Nee, hij staat op de prullenbak. Zit er Freddy vast, Ber? Hé, iemand heeft een schat. Ik zit vast. Nee. Oh, wat is dit? Ik ben 24-7. M&M. Oh. Oh nee. Oh nee. Nee, niet doen. Eerst is het donker, dan is het steeds licht daar. Ja. Maar wat hebben we? Oh ja, het is Nightmare, hè? Oh, arme Snorlax, hij krijgt een microfoon in zijn gezicht. Ja, klopt. Misschien zegt hij nog iets, pas maar op. De camera. Wist je trouwens dat je die sound sensors kan bewegen? Ja, die, maar ik... Ja, dat is echt raar. Mam, ik zit hier vast. Kijk, je kan daar niet weg ofzo. Ja, dat komt door die camera hier. Ja, inderdaad. Huh? De camera. Allemaal de schuld van de camera. Doen. Maar dat is de 8K vlogcamera van Kippy.
Hij kijkt er ook niet blij mee. Nee, hij kijkt niet heel blij. 1, 2, 3. Maar wat is dat? Dat is een IMF of zo meteen naar de pink. Oh ja, dat is die. Dat is even een UV hebben. Dat is een UV-lampje. Ik heb een UV'er gedropt. Ik heb al die tijd een ghostwriting boek in mijn hand en ik heb het nog niet weer geplaatst. Ik zit gewoon de hele tijd met die camera. Oh, let's go man, nice. Oh ja, ik heb hier UV. Ik doe volgens mij echt niks. Ik ben volgens mij een beetje nutteloos, maar Nee. Ik begrijp hem wel. Nee, maar Snorlax is snel tevreden. Hij heeft niet veel nodig in het leven. Hé, maar we hebben toch nul evidence? Ja. Oh. Wacht, ik denk dat het speelboxen is. Where are you? Hey, wacht. How old are you? Water. Are you close? Is Tijke er nog? Tijke. Het is een valcam. Kijk dan. Je moet je zaklamp uitdoen, hè? Oh ja. Where are you? Are you close? Waarom heeft dit ding zoveel knopjes? What is your town hall level in Clash of Clans? Ghostend! Nee, grapje. Hier, we zijn weer terug met de geloofwaardig, hè? Vlog van hier. Oh nee! Burn! Where are you? Are you close? Are you friendly? Yo, do you want to hurt us? Shall we leave? Yo, ghost! Hey! Waar is die UV? Waar is die UV? Oh hier. Ja, wacht, ik zie Orp! Ik zie Ghost Orp! Hier zit de Ghost Orp! Ja, let's go! Ja. Where are you? Are you close? Are you friendly? We maken de ghost helemaal gek. Ik ga Sanity Pill nemen trouwens, hè? Sowieso Yoka waarschijnlijk. Hey! Oh. Hey, kwam die nou? Wat? Ja! Snorlax fonds. hoeveel geld om Snorlax vrij te kopen? Ja, ik ga even een spuitje nemen. Heb je een kleine kaksmurf? Oh, is het zo'n baby? Ja, zo'n baby. Ik heb een foto gemaakt, maar het fotoboek staat al vol. Oh, nee, orbs. Ja. Orbs. Ja, dat had ik al gezegd, dat had ik al gezien. Maar ik heb dat niet op... Nou, ja, dan is het hoogstwaarschijnlijk een yokai. Dat zou wel goed kunnen. Wat moet het dan nog zijn? Wat moet meenemen? Spiritbox en dots. Ja, dots zouden we daar wel moeten zien in die kleine kamer. Ja, ik neem gewoon een smudge mee. Ik ook. Nightmare is toch gewoon puur 2 evidences? Ja. Zoals altijd neem ik ook weer een smudge mee. Skull. Ik kan hem allemaal helemaal kapot smudgen. Wacht, staat die break? Oh nee. Oh nee. Iemand, wat de hel is dat? Wat hoor ik? Wat hoor ik? Wat hoor ik? Nee! Hey, ze komt! Bakker! Ah. Aina. Maar ik weet als die ghost naar mij toe komt, ik denk eigenlijk niet. Ik kan wel een kind aan, denk ik. Ik kan hem dan gewoon. Ja, gewoon wafje. Ja, ik heb gesmeusd hier. Ah, lekker. Ik bedoel, in real life. Waarom ging de deur dicht? Misschien. Oh! Oh, waar is hij dit Wat is het? Hallo? Weet ik het niet zien. Yokai, sowieso. 100% yokai. Maar dan moeten we dots hebben. Oh, hij doet IMF. Oh, IMF 3. Ik heb Nee, Snorlax is niet te koop. Snorlax is niet te koop. Ik bied mijn Waar is die? Wie?
Maar dan moet het dots zijn. Nee, geen ving. Oh nee. Oh, tering. Dat is een yokaitje. Maar dan loop even. Ghost, als je dit hoort, loop door de dots. Anders ben je lelijk. Ja, maar ik vind de ghost. Mijn mening is. Nee! Sorry. Wat? Twee keer! Waarom doet hij zo? Bloody wat? Nog een keer! Nee, dat is een soundboard, dat is een soundboard! Nee, serieus, no cap, dat is geen soundboard! Oké. No cap! Oké. Dat geloof ik je. Ghost! Doe de dots! Doe de dans! Volgens mij zit hij hier trouwens niet eens meer, want hij spande volgens mij ook niet hier. Nee, maar mijn mening is eigenlijk wel dat de ghost al vrijwel best wel lelijk is. Het is een halve zombie mens en dat is naar mijn mening niet echt een mooi. Ja, deze ghost... Denk trouwens dat de crucifixes full burn zijn. Oh, maar ik ben niet bang. 80% van de mensheid is het eens. Oh, IMF3. Hey, ghost. Show yourself. Hoe heet ze? Doris Holland. Ghost, je bent klein. Doris Germany. Ghost, kom Buffy van Fortnite! Van zijn mijn plek. Oh, ik heb wel een plek met een schildpad erop. Julius, jongen. Hope of Point, willen ze spelen? Als de update er is, ga ik het spelen. Ik ga al stressen daar in die. Hebben we gewoon. Ja, dat zijn full burn, dat is sowieso full burn. Ja, Ghost, dus kom dan maar, poepert. Echt zo, doe Buffy van de Fortnite. Ja, Ghost. Fortnite Buffy. Buffy one, man. Ghost, ik voel boxje. Ja, ik denk dat er niks aan kan doen dan, Romano. Oh! Doe ze niet! Fucking hell. Ghost, waar is die? What the hell? Where are you? Ik twijfel of het een soundboard is. How old are you? Maar ik ben het sowieso niet. Are you close? Ik heb geen fastpass. Are you friendly? What the frick doet die motion sensor? Where are you? Oi! Hey! Kapot, are you close? Broer, dat is Julius, sowieso. Where are you? Show yourself. Shall we leave? Zaklamp uit. Oh ja. Oh, ik ben net met de sukkel soms ook. Ja, dat hoor ik. Oh, nee! Ah, nee! Waar spawnt hij? Hij spawnt uit het niets! Nee! Allemaal! Wat snel, vul in! Dat is gewoon irritant. Ja, ik kan er niks aan doen dan. Ik heb het letterlijk uitgezet in de instellingen. Dus dan is het gewoon YouTube zelf die zegt van, yo, we moeten advertenties. Het is een reference! Wat? Oh, no! Dit is deze week volgens mij echt al de 16e keer dat ik een rap heb. Oh ja, blijkbaar kon ik de ghost niet bieten. Buffy wel vecht. Oh. Vuist. Dit was verloor namelijk. Dit was niet best. Dit was niet best. Maar hij spande niet in een goede kamer. Hij spande echt aan de andere kant van de wereld. Ja. Ja, hij spande ik weet niet waar die spande. Ja, daar konden we ook nooit bij. Oké, nou ik ga jullie bedanken voor het leuke potje en potjes. Jij. Ik ga er tussen. Ik heb echt 4 potjes al gedaan, dus ik weet niet of hij zou op Discord callen. Meer dan beter. Ja, ik ga zo meteen nog wel verkalmen Discord server. Dus, maar geef me 5 minuutjes. Eerst even streampje afsluiten. Hey, je hebt ook de badge hier aan de zijkant en je level. Huh? Ja, dat is wel. Heb ik 2 badges dan? Eentje. Nee, je hebt 1 badge. Je hebt gewoon. Nee, je hebt er 1. Oh. Die ene, ik weet niet. Ja, dat is die ene die je op je kaartje hebt staan. Oh. Wat moet je badges doen dan? Is het gewoon. Oh, nee. Dan moet je op de potloodje drukken bij je. Bij je badges. Ja, rechtsboven. Ik heb helemaal niks. Oh, oeps. Ja, dit zijn echt enge badges. Oké, nou. Adios, amigos. Adios. Zo. Ga je weg? Ja, ik ga er van tussen. Ik ga ook straks waarschijnlijk avondeten. En dat moet ik niet missen, natuurlijk. Even kijken. Deze. Kijk, nu kunnen jullie Snorlax in de volle glorie zien. Kijk. Hij is best groot. Dan laat ik je plectrum zien. Ja, is goed. Ik heb er voor mij iets van 2 of 3 of zo. Nee. Ja, ik ga het toch. I'm sorry. Gitaar reveal? Nee. Die zit helemaal weggestopt. En daar kan ik niet bij. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Mensen,
ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze stream. Join mijn Discord server als je straks nog in call wil. Daar kom ik ook. En like de stream. En nee, je mag Snorlax niet overkopen. Snorlax die slaapt vannacht gewoon daar. Op zijn oude vertrouwde... Oh, ik dacht, wat is dat? Maar dat is mijn beddek wat omhoog staat. Een deken. Wanneer weer live? Waarschijnlijk 1 tot 2 weken. Maar hou niet vast aan mijn woorden, oké? Okay? Ik weet niet of het echt zo gaat zijn. Hangt er vanaf wat ik... Misschien dat ik Little Company ook een keer live ga doen. Maar daar moet ik pak nu even voor hebben. Kiplex, ja natuurlijk. Allright mensen. Tot morgen 5 uur bij de nieuwe video. Tot dan. Adios.